Dames en heren, de vergadering is geopend. Bart van Malden is afwezig wegens familieverplichtingen. Sonja Klaas, Kathleen Helse, Jamile Idrissi, Chris Janssen, Sabine Vermeulen zijn afwezig om gezondheidsredenen. Ik deel in de vergadering mee dat minister Joke Schouwvliegen zich laat verontschuldigen. De lijst met de ingekomen documenten en meningen werd op de bank rondgedeeld. We gaan nu over naar de actuele vragen. En de eerste actuele vraag is van de heer Jean-Jacques de Gucht aan Sven Gats. Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. En die gaat over het uitzenden van islamitische eredienst op de VRT. Een gelijkaardige vraag van de heer Tom van Grieken over het uitzenden van islamitische eredienst op de VRT. Meneer de Gucht. Dank u, meneer de voorzitter. Goedemiddag, meneer de minister en meneer de voorzitter. Vandaag zendt de VRT Rooms-Katholieke, Orthodoxe, Protestants-Evangelische en Israëlitische godsdienst uit. Nu zal dat uitgebreid worden naar islamitische godsdienst. En persoonlijk vind ik dit een gemiste kans. Want als je naar de beheersovereenkomst kijkt, dan staat daarin dat inderdaad de verschillende levensbeschouwingen, dus niet alleen religies, maar de verschillende levensbeschouwingen aan bod moeten komen, integraal in de verschillende programmaties, waaronder verschillende die aan de nieuwsdienst verbonden zijn. Nu is de stap gezet om dat inderdaad uit te breiden naar de islamitische godsdienst. Nu is mijn vraag, meneer de minister, op welke manier valt deze stap van de VRT te rijmen met wat er naar voren gekomen is in de beheersovereenkomst met de VRT? Dank u wel. Meneer Van Grieken. Goedemiddag, meneer de voorzitter, meneer de minister. Niet alleen ik verslikte mij mijn koffie toen ik het nieuws vernam dat de VRT islamitische erediensten wilt uitzenden. Ik denk niet dat dat die-hard Vlaamse belangers waren die daarvan schrokken. Ik denk vele Vlamingen met mij. En des te opmerkelijker, omdat we dat eens hebben gehad bij de VRT. In 2010 heb je die moslim-tv-radio-omroep gehad. Wat bleek, daar zaten toch wel moslim-fundamentalisten achter die propaganda voerden tegen het hoofddoekenverbod. Die waren voor het onverdoofd slachten en zo. En het is u zelf geweest die het heeft opgedoekt. Waarom de VRT, en u als bevoegd minister het nu al oké vindt, dat er opnieuw moslim-uitzendingen op de VRT worden uitgezonden, is mij een raadsel. En niet alleen mij, meneer de minister, maar ik denk vele Vlamingen met mij. Waarom is de vraag, waarom gaat de VRT dit doen en wat gaat u dan doen om dat te verhinderen? Minister Gaats. Ja, voorzitter. Laat me eerst stellen dat levensbeschouwing, en religie maakt daar zeker deel van uit, een belangrijke zaak is of kan zijn in een samenleving. Dus ik wil daar omzichtig en voorzichtig mee omspringen. Niet te veel slogantaal, met andere woorden, daarover gebruiken. Anderzijds, ik heb net zoals u kennis en akte genomen van de aankondiging en de beslissing van de VRT vorige week. En op zijn minst is de interne besluitvorming om dit te doen eigenaardig te noemen, omdat bijvoorbeeld de Raad van Bestuur daar niet van in kennis gesteld is of daar ook geen appreciatiebevoegdheid over gekregen heeft. Maar de kernvraag is natuurlijk, is het een kerntaak van de openbare omroep om erediensten uit te zenden? En kan ze daar autonoom over beslissen? Wel, nu, in de twee gevallen wens ik daar ontkennend op te antwoorden. Het is geen kerntaak en het is geen autonome beslissingsbevoegdheid van de VRT. De beheersovereenkomst op dit ogenblik, en misschien moet die nog verduidelijkt worden, is in elk geval duidelijk op het punt dat de levensbeschouwelijke derden afgeschaft worden en geïntegreerd worden in de redactionele programma's van de VRT. Dus begrijp me goed, het is belangrijk dat onze openbare omroep veel en regelmatig aandacht schenkt aan levensbeschouwingen en dus ook godsdienst in de redactionele programma's. Een eredienst uitzenden evenwel is geen redactioneel programma. Wat nu? U weet dat er een beperkte herziening geagendeerd was al 2 jaar geleden van de beheersovereenkomst kort na nieuwjaar. En wij gaan in alle rust dan bekijken hoe wij deze zaak kunnen een oplossing geven. Het lijkt me goed om daarin het juiste evenwicht te vinden van wel levensbeschouwing en religie op de openbare omroep, maar de beslissing van vorige week is merkwaardig. Meneer de Gucht. Voor alle duidelijkheid, meneer de minister, had men mij
gezegd dat men de uitzendingen ging uitbreiden met orthodoxe of met protestants-evangelische, moest die er nog niet op zitten, en had ik dezelfde reactie gehad. Dat maakte mij verschillend van de heer Van Grieken, waar ik trouwens uitzonderlijk tevreden over ben dat wij op heel veel vlakken verschillen. Maar ik denk, we leven in een maatschappij waar dat inderdaad religie, levensbeschouwing een rol spelen. Ik denk dat het belangrijk is dat een openbare omroep daar inderdaad de nodige aandacht aan schenkt. Dat daar uitgegaan wordt van een dialoog. Het uitzenden van erediensten is een monoloog. Dat past niet op een openbare omroep. En ik zou dan ook graag willen dat wij naar de aanpassing van de beheersovereenkomst of de verduidelijking, hoe dat u het stelt, dat wij inderdaad kunnen komen tot het feit dat we vastleggen dat dat inderdaad redactioneel aan bod komt in verschillende programma's, maar dat er niet langer vanuit een monoloog zal geredeneerd worden en dus de erediensten geen uitzendtijd meer zullen krijgen. Dan gaat het niet alleen over de islamitische, dan gaat het over alle erediensten. Deze hebben geen plaats op een openbare omroep. Heel erg dik, hè? Ik ben mijn voorganger dankbaar, want hij doet mijn inleiding. Wij maken inderdaad wel een onderscheid in wat voor type uitzendingen en de religie die erachter zit. Als men, en ik raad het u allemaal uit, aan een kerstmarkt te bezoeken, of moet ik nu zeggen wintermarkt, dan staan daar betonblokken. En dan is dat niet de ideologie achter een protestantse uitzending of een joodse uitzending, maar het is de ideologie achter al die, aan die moslim-uitzendingen die nu door heel Vlaanderen door de VRT worden uitgezonden. En ja, meneer De Gucht, we verschillen heel veel van mening. Ik ben ook heel dankbaar erover. Maar veeg eerst voor uw eigen deur. Want als meneer Somers had gestaan, dan was het voor een superdiverse samenleving. En nu is het dan voor absolute neutraliteit. Het wordt een beetje moeilijk. Mijn vraag aan u, meneer de minister, is hoe gaat u garanderen dat daar geen verzen verkondigd worden die geweld bepleiten, die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bepleiten? Hoe gaat u dat voorkomen? Wie wens aan te sluiten? Van Dalen. Ja, dank u voorzitter. Het is al gezegd, het is de algemene verplichting van de VRT door de beheersovereenkomst om aandacht te besteden aan verschillende levensbeschouwingen. De VRT kiest er zelf voor om ook erediensten uit te zenden, erkende religies, katholiek, orthodox, joods. Dus als je daar dan islam bij neemt, dan denken wij dat daar een zekere logica in zit. Het is een dienstverlening aan de gelovigen, zegt de VRT, mensen die minder mobiel zijn. Dat is één aspect. Tweede aspect is dat we natuurlijk ook als kijkers dan kennis kunnen maken met een wereld die we misschien niet kennen. Maar dan, meneer de minister, vinden wij het wel, voor dat tweede aspect, wel bijzonder belangrijk dat die eredienst zoveel mogelijk in het Nederlands verloopt. En dat de VRT ook toeziet, inderdaad, het is hier al aangehaald, ook toeziet op wat en hoe ze die dingen uitzenden. Mevrouw Brouwers. Keer de knop. Ja, meneer de minister, het uitzenden van de erediensten, we hebben het daar uitvoerig over gehad bij het voorbereiden van de huidige beheersovereenkomst. En er is toen uitdrukkelijk voor gekozen om die geen deel te laten uitmaken van die beheersovereenkomst. Wel levensbeschouwelijke programma's, maar erediensten werden beschouwd als een onderdeel van de decretale vrijheid die de VRT heeft om zelf programma's te kiezen. En daar een stuk vrijheid in te hebben. Wij gaan toch niet naar een staatstelevisie gaan waar wij gaan zeggen wat er al dan niet op tv mag komen. De uitslag van de lotto, bij wijze van spreken. Moet dat op de VRT? Dat zijn ook van die dingen waar men zich vragen bij kan stellen. En het feit dat de VRT tot op heden het uitzenden van erediensten beschouwt als een dienstverlening naar de minder mobiele, kunnen wij als CD&V alleen maar achterstaan. Ik ben wel akkoord met meneer Van Dalen ook, dat wij er zullen moeten op toezien dat de preken die worden gehouden in dergelijke erediensten in het Nederlands zijn. Mevrouw Segers. Dank u wel. Levensbeschouwing, waaronder religie, heeft inderdaad een heel belangrijke plaats in onze samenleving. In deze gepolariseerde tijden is dialoog zeer cruciaal. En waar anders dan op de openbare omroep kunnen we proberen om die dialoog een plaats te geven. Dus wij als SPA vinden dat die interlevensbeschouwelijke dialoog een plaats heeft op de VRT. En we zijn ook van mening dat de VRT die opdracht
vrij moet kunnen invullen. Wij hebben geen probleem met het uitzenden van de mis, dus wij vinden dat alle erkende religies hun plaats moeten krijgen, ook met het uitzenden van erediensten. Maar minstens even belangrijk is dat die dialoog tot stand wordt gebracht. En bovendien vinden wij dat er dan moet sprake zijn van gelijkberechtiging. Dat wil zeggen dat ook de vrijzinnigen hun plaats moeten krijgen binnen die VRT om, zij hebben geen erediensten, maar toch om op één manier hun stem te laten horen. Dus twee zaken, stemmen laten horen van alle erkende levensbeschouwingen en twee, die dialoog via nieuwe innovatieve kwalitatieve formats te ontwikkelen. Beste gast. Wel, misschien, het zal het half rond verbazen, misschien eerst twee praktische zaken die ik zeker wil meenemen in het hele debat en daarom wil ik het met alle rust benaderen. Er is hier gevraagd, hè, in welke taal zullen erediensten uitgezonden worden, welke taal spreekt men, kunnen wij daar dingen bij begrijpen. En dat is een zaak die ik zeker wil opnemen. Er is ook niet onbelangrijk aangegeven, er zijn een aantal minder mobiele mensen die naar de erediensten kijken en dergelijke meer. Dat zijn praktische zaken die ik zeker wil bekijken. Maar het fundament blijft natuurlijk of het een taak is van de openbare omroep. En ik verklaar me nader, de islam, want daar gaat het hier vandaag over als aanleiding van de vraag, is een erkende godsdienst. Dus daar is op zichzelf helemaal geen enkel probleem mee. Waar wel volgens mij een probleem mee is, is dat de openbare omroep als regulator optreedt om te zeggen wat gelijkberechtiging is voor erediensten, die in feite geen gelijkberechtiging is. Als je 30 erediensten hebt van een bepaalde eredienst en dan 6 × 2, dus 12 van anderen, dan komt dat volgens mij niet aan de autonomie van de openbare omroep toe om daar de gelijkberechtiging over te hanteren. En dan denk ik dat wij het gesprek met de openbare omroep moeten en zullen aangaan. Daar zal uiteraard ook besluitvorming in de Vlaamse regering voor nodig zijn. Dat spreekt voor zich. Maar ik denk dat het goed is om bij de herziening, en dat was zo gepland, dat is dus helemaal niets nieuws, na een nieuwjaar van de beheersovereenkomst een en ander te verduidelijken. Tot op mij, meneer De Geugt. Ik denk dat er een paar zaken zijn die we toch moeten indachtig zijn. Als het gaat over een eredienst, dat is een monoloog. Ik denk dat een openbare omroep de dialoog, het gesprek, moet voeden en niet de monoloog moet organiseren. Daar moet duiding bij te pas komen. Als het gaat over het inhoudelijk kaderen, dan denk ik dat je dat niet kan met een monoloog. Je kan niet inhoudelijk kaderen in een monoloog. Je kan dat alleen in een dialoog. En als het gaat over de minder mobiele mens die aangehaald wordt, ja, we hebben zoiets als Belgacom TV en Telenet. En daar staan verschillende kanalen op. En er is geen probleem dat dat daar vanuit die erediensten zelf georganiseerd wordt. Geen probleem mee. En even een klein dingetje. Hè. Eén vaste producer, een halve regisseur, per eredienst één assistent. Als het op een nieuwe plaats komt, moet er op voorhand een technisch team komen. En er is sowieso een technisch team bij. Moet u eens afvragen in welke mate dat wij sowieso voor al die erediensten vinden dat dat een taak is dat met overheidsgeld moet betaald worden. Ik vind dat de dialoog, geen probleem mee, maar een monoloog onderhouden waarbij dat erediensten worden georganiseerd, dat is volgens mij een fout die niet met belastingsgeld moet gebeuren. Goed. Ik vind dat je een dialoog, dat maakt dat mensen bij elkaar komen. Een monoloog maakt dat mensen van elkaar gescheiden worden. Meneer Van Grieken. Voorzitter, staan we toe, toch een kleine randbemerking te maken. Trouwens, zo'n eredienst van de moslims is op vrijdag. Het vrijdag de gebed gaat de VRT op zondag uitzenden. Ik vind dat een beetje raar, maar dat terzijde. Maar laat me vooral stilstaan bij de tussenkomst van de N-VA. Voor de N-VA is het geen probleem dat er moslimuitzendingen zijn. Geen probleem wat voor hate speech daar verkondigd wordt. Als het maar in het Nederlands is. Hè. Dat is belangrijk. Dat was de tussenkomst. En als ik nog even mag, dat u bent... U meneer Van Grieken heeft het woord. U bent voor. Het doet pijn dat we de waarheid zeggen. Dat moet je allemaal met z'n allen roepen. Hè. Het doet pijn. De essentie is, beste collega's, dat u hier voorstander bent. Dat er Vlaams belastinggeld gaat naar een moslimomroep. Dat deze rechtsregering belastinggeld uitkeert naar erkenning van moskeeën. Dat er imamopleidingen worden ingericht door deze Vlaamse regering. Als dit een rechtse N-VA-regering is, dan hou ik mijn hart vast wat een linkse regering zou moeten zijn. Mag ik even uw aandacht voor het feit dat wij een delegatie uit Baden-Württemberg begroeten? En ik zou even die mensen in het Duits willen welkom heten.
Niet in het Limburgs, meneer Somers, in het Duits. De voorzitter en die Mitglieder des Flemisches Parlement heißen Frau Arras als Präsidentin und die Delegation des Landtags Baden-Württemberg herzlich willkommen in Plenarsaal des Flemisches Parlament. Ich freue mich sehr, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Während unseres Treffens heute Morgen und am Mittag hatten wir sehr interessante Gespräche mit Ihnen. Ich hoffe, dass Sie den Aufenthalt bei uns genossen haben. Ich wünsche Ihnen schön jetzt eine gute Heimreise und bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch. Meneer Somers, als u opmerkingen heeft, zou u dat in de microfoon willen zeggen? Liever niet, voorzitter. Ik over uw Duits misschien, voorzitter. Ja. Het was een Duits, hè? Ja, ja. Duits. Ja. Duits voor Ausländer. Hmm. Zeer goed. Ja, men mag hier schwierigheid. De volgende actuele vraag is van Lydia Peters aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed. En die gaat over de recente uitspraken van de Vlaamse bouwmeester en zijn opdracht als bruggenbouwer. En de heer Lodecijfers, zijn vraag gaat over de recente uitspraken van de Vlaamse bouw en het Vlaamse beleid in zaken ruimtelijke ordening. Mevrouw Peters. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, er staan heel wat belangrijke uitdagingen voor de deur in zaken klimaat, in zaken mobiliteit, maar ook zeker in zaken ruimtelijke ordening. En wat dat betreft is het uitkijken naar het beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat er staat aan te komen. Nu, slogantaal is in deze materie altijd zeer gevaarlijk. Dat hebben we al meermaals gezegd, zeker specifiek in zaken ruimtelijke ordening. Maar toch moeten we vaststellen dat de Vlaamse bouwmeester, aangesteld door de Vlaamse regering, dat die meermaals vervalt in slogantaal. En dat maakt mensen bang, dat maakt mensen ongerust. Waar haal ik die informatie? Wel, in een artikel vandaag in KNAK-magazine. Een artikel, een interview met Leo van Broek, onze Vlaamse bouwmeester, met als titel "Nu nog vrijstaand bouwen is crimineel". Nu, meneer de minister-president, u zal begrijpen dat er vandaag de dag heel wat mensen in een vrijstaande woning wonen. In een fermette, in een villa, in een starterswoning, hoe dan ook. En als zij nu vandaag door de bouwmeester, als schoolmeester, als het ware met het vingertje gewezen worden dat hun situatie een criminele situatie is, dan zal u het inzien dat dat eigenlijk toch niet kan. Nu, de Vlaamse bouwmeester is aangesteld door de Vlaamse regering, zoals ik al zei. Hij heeft als taak om te sensibiliseren, om te communiceren, maar ook om als bruggenbouwer te zorgen dat er draagvlak is. Draagvlak voor datgene wat de Vlaamse regering beslist heeft in zaken ruimtelijke ordening. Nu, hij moet zijn job natuurlijk in alle vrijheid kunnen uitoefenen. Daar zijn we het zeker volkomen over eens. Maar na de zoveelste uitspraak van de bouwmeester is het misschien toch eens goed om na te gaan of deze ongenuanceerde uitspraken, of dat wel een bijdrage geeft aan het creëren van draagvlak. En dat is ook zeer specifiek mijn vraag naar u, meneer de minister-president. Denkt u dat dergelijke uitspraken van de Vlaamse bouwmeester dat die bijdragen tot het creëren van draagvlak en staat u achter deze uitspraak? Meneer Seysers. Meneer de minister-president, op 10 mei en 17 oktober werd hier in dit parlement al gedebatteerd over uitspraken van de Vlaamse bouwmeester. En ik heb mij toen niet in het debat gemengd, omdat ik vond dat we vooral niet te veel daarover moeten debatteren, maar dat we vooral over het beleidsplan Ruimte Vlaanderen moeten debatteren. Want dat is precies de historische omwenteling. Waar we weten dat we in Vlaanderen anders zullen moeten omgaan met ruimte dan dat we aan het verleden hebben gedaan, om het hoofd kunnen te bieden aan toekomstige ontwikkelingen, om te zorgen dat onze ruimte niet volledig dichtslipt, maar ook om ervoor te zorgen dat we naar de toekomst op een efficiënte en economisch verantwoorde manier met onze ruimte omgaan, getuige nog het feit dat we, of dat er berekend is, dat we daarmee 33 miljard uitsparen met de uitvoering van beleidsplan Ruimte Vlaanderen. En laat ons daar duidelijk over zijn, collega's, dat is het belangrijkste in het debat. Maar toch wil ik vandaag wel tussenkomen. Want ik vind, de Vlaamse bouwmeester heeft een kans om draagvlak te bouwen voor dat beleidsplan Ruimte Vlaanderen. En ik denk dat hij dat ook al gedaan heeft. Ik heb hem zelf een keer uitgenodigd in mijn gemeente, waar ik hem heel begeesterend heb horen spreken. En heel veel mensen heb inderdaad
zien doen nadenken over van ja, kunnen we inderdaad verder blijven bezig zijn gelijk we dat vandaag doen? En waar wij inderdaad een aantal mensen overtuigen om er anders over gaan na te denken. Maar dit vind ik een brug te ver. Deze uitspraak die is ten eerste, vind ik, schofferend. Schofferend naar iemand die in een vrijstaande woning woont of iemand die daar nog een idee of een perceel heeft waarop hij een vrijstaande woning wil bouwen. 1. 2. Vind ik het een zware voorafname op een debat, want volgens mij hebben we dat nergens in Beleidsplan Ruimte Vlaanderen uitgesproken, dat dat een woonvorm is die niet meer kan. Maar 3. Denk ik vooral dat zijn taak is om bruggen te bouwen, om mensen inderdaad te overtuigen van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. En ik denk dat men dat doet door te enthousiasmeren en niet door te schofferen. Dus mijn vraag is, meneer de minister-president, wat vindt u van deze uitspraken van de Vlaamse bouwmeester? Minister-president. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik heb net zoals u allen hoop ik het hele interview gelezen. Ik moet zeggen dat ik, als ik het hele interview lees, op hoofdlijnen akkoord ga met wat de bouwmeester zegt. Dit spoort in grote lijnen ook met de visie van de Vlaamse regering die we ontwikkelen met betrekking tot Ruimte Vlaanderen. Die hebben beide gelijk. Dit is het hoofddebat. Hoe gaan we het BRV omzetten? Welke instrumenten gaan we daarvoor ontwikkelen? En ik ben ook blij, collega Sijssen, dat u zegt dat de bouwmeester daar met zijn talloze lezingen in Vlaanderen aan bijdraagt, dat hij zeer bezielende toespraken geeft en dat je ziet dat een aantal gemeenten ook al de omslag aan het maken is. Waar ik het niet eens ben met zijn uitspraak, dat is waar je pleit voor economische krimp. Dit spoort niet met onze visie 2050. We gaan voor economische groei, maar in een koolstofarme omgeving. Heeft gelijk waar het heeft over duurzaamheid, circulaire economie. Dat is ook een van onze lijnen. Waar ik het ook niet eens ben met hem is zijn nogal laatdunkende, zo niet denigrerende uitspraak over Vlaamse identiteit. Ik had eigenlijk daarover vragen verwacht. Ik vind dat typische uitspraken van een post-universitaire cosmopoliet. Ik vind dat heel veel Vlamingen zich graag ergens thuis voelen. Heel veel Vlamingen zijn ook eentalig Nederlandstalig. Koesteren onze taal. Wij gaan ook voor een Europa van eenheid in verscheidenheid. Maar dit gezegd, zei de collega's, heeft hij niet gezegd dat wie in een vrijstaande woning woont een crimineel is of crimineel gedrag vertoont. Dit is eens te meer een misleidende titel van een eindredactie. We zijn daar allemaal al eens mee geconfronteerd. Van een eindredactie die niet weergeeft wat de man gezegd heeft. Ik heb je de tekst letterlijk mee. Een antwoord op die vraag, zegt hij, crimineel, zoals een crimineel zat, crimineel in de zin van onverantwoord. Nu, ik vind dat een ongelukkige uitspraak. Ik vind dat ongelukkige bewoordingen, daar wil ik dit meteen ook aan toevoegen. Ik heb hem uitleg gevraagd en hij mailt mij. Het verdient aanbeveling het hele interview te lezen. De toon is zeer gematigd. Er wordt duidelijk gesteld dat de schuldvraag niet aan de orde is. De huidige situatie is ontstaan uit een lange historische evolutie. Ook vanochtend op Radio 1 in Houtegiet heb ik nogmaals, zoals ook in vele artikels en lezingen, gezegd dat wie in een verkaveling woont zich niet schuldig moet voelen. Vrijstaande woningen, zegt hij, stroken niet met het door de regering beslist beleid qua open ruimte en klimaat. Dan hebt u een punt, collega's. Dit is nergens beslist dat vrijstaande woningen daarmee niet zouden sporen. Wat wel klopt natuurlijk, dat is dat we gezegd hebben dat we tegen 2040, in plaats van zoals vandaag, 6 hectare bijkomende vrije ruimte in te nemen, dat we in 2040 die inname willen beperken, op nul willen brengen, en dat we een tussentijdse doelstelling willen realiseren tegen 2025, waarbij we die inname van de vrije ruimte willen halveren. Ik lees zijn interview in totaliteit. Ik zie daar heel originele ideeën in, dingen die hij ook brengt in heel Vlaanderen. Ik vind het een ongelukkige woordkeuze, ook al zegt hij het is in de zin van onverantwoord, het is in de zin van crimineel zat. Ik vind dat een onverantwoorde woordkeuze, maar de totaliteit van het interview, als het gaat over de grote lijnen van het beleid in zaken ruimtelijke ordening, verdichting, verkerning, ook pleiten voor sterke dorpen, ik denk dat dit volledig spoort met onze visie. Mevrouw Peters. Ja, dank u wel, meneer de minister-president, om dit even zo te verduidelijken. Maar vindt u niet dat het toch de zoveelste keer is dat de Vlaamse bouwmeester zich eigenlijk verlaagt tot een beetje een ongelukkige woordkeuze? En wat dan opvalt, ook in mei was het opnieuw, iedereen moet in de stad wonen, geen individuele woningen meer.
Maar ik heb nooit een recht van antwoord van de Vlaamse bouwmeester gezien. Dus als hij het daar niet mee eens is, dan zou hij toch minstens moeten reageren. Dat is één bedenking die ik daar wil bij geven. En de tweede bedenking die ik ook wil geven, u zegt terecht, in het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, daar staat nergens geschreven dat wij tegen een individuele woning zijn, dat wij daar in de toekomst dat dat niet meer gebouwd zal mogen worden. Dat staat nergens geschreven. Desalniettemin blijft de Vlaamse bouwmeester dat toch telkens maar beamen. Nu, ik denk toch dat het niet slecht zou zijn als u een goed gesprek zou hebben met de Vlaamse bouwmeester en dat u hem minstens goed eens zou vragen in welke mate of welke bewijzen heeft hij dat een individuele, een alleenstaande woning, die zeker dan ook nog energiezuinig is, dat die veel slechter of meer onverantwoord goed zou zijn dan een woning in de stad. Meneer Seijsjes. Meneer de minister-president, dank voor uw antwoord en ook voor uw standpunt ter zake. Nu, daar blijft mijn vraag dan toch nog altijd om toch een keer een duidelijke boodschap mee te geven. Ik denk dat we in beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat we daar heel duidelijke intenties hebben genomen. En dat de oorzaak van veel van onze problemen ligt in het feit dat we gebouwd hebben gelijk dat we gebouwd hebben in het verleden in Vlaanderen. En dat het nu onze taak is om in te spelen op een aantal uitdagingen. En dat inderdaad misschien mensen die vroeger gewoon in een vrijstaande woning gingen bouwen, omdat dat eigenlijk voor de hand lag, omdat dat dicht bij een familie was, die vandaag misschien een andere keuze zouden maken. Die zei van, kijk, ik zou toch liever dichter bij mijn werk gaan wonen en daarmee minder lang in de file staan. Ik denk dat daar een aantal tendensen zijn waar dat we op moeten inspelen. En het zal vooral, denk ik, zijn de rol zijn van steden en van gemeenten. En van steden om aantrekkelijk te worden voor mensen om daar gaan te wonen. Van gemeenten om in te zetten op dorpsverdichting. Maar daarmee blijven zeggen van, kijk, daar is één bepaalde woonvorm die wij hier gaan viseren en die wij gaan afschieten. Ik zou toch duidelijk willen vragen om daar een duidelijk signaal te geven, om daarmee op te houden. Goed. En de vraag is of dat u daartoe bereid bent. Wie wenst aan te sluiten? Meneer Tobak. Dank u wel, voorzitter. En in de eerste plaats dank u wel, meneer de minister-president, voor het genuanceerde en eigenlijk ook wel duidelijke antwoord. En eigenlijk de steun voor de inhoud van het interview met de bouwmeester. Want daar kan ik alleen maar achter staan. Al heb ik niet goed begrepen wat het onderscheid nu is of wat de strijd ging gaan tussen een postuniversitaire cosmopoliet en een criminele alleenstaand wonende. Ik denk dat die discussie, dat het daar niet over gaat. En die wil ik misschien ook wel even aan de collega's duidelijk maken. Wat de bouwmeester misschien niet heel genuanceerd, maar goed, wie ben ik om daar commentaar op te geven, heeft gezegd, is eigenlijk niet veel anders dan wat u zelf ook in al wat we hier al gestemd hebben, rond betonstoop, rond BRV, hebben goedgekeurd. En ik blijf het toch pijnlijk vinden hoe men keer op keer, wanneer men geconfronteerd wordt met de eigen keuzes, blijft proberen van die zelf in karikaturen te trekken. Dit is geen strijd tussen aan de ene kant het kleine huisje op de prairie, wat in een dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen toch niet meer mogelijk is, en aan de andere kant grijze woontorens in de stad. Dit gaat over een nieuwe manier te vinden om onze ruimte in te richten, zodat het voor iedereen aangenaam is en niet alleen maar voor wie een huis uit de weekendknak kan kopen, want wat daarin goed staat, is voor 3/4 van de Vlamingen toch niet betaalbaar. Mevrouw Pira. Mevrouw de minister... Sorry, verkeerd voorbereid. Ja, meneer minister-president... Wie schrijft die voorbereiding eigenlijk? Ik dacht dat ik achter mevrouw Schouwvliegen kon gaan staan, maar ik sta ook achter uw antwoord. Ik sta voor een groot deel achter het antwoord dat u gaf, het verduidelijkend antwoord. En collega's, wat we hier zien, ik heb het 14 dagen geleden denk ik nog gezegd, is het verzet zoals... collega Van Dalen het noemt, telkens er uitspraken gedaan worden die aangeven dat het nu eindelijk eens gedaan moet zijn met de manier waarop we in het verleden gebouwd hebben. De bouwmeester gebruikt krachtige taal en krachtige beelden om de omslag waar we met z'n allen voor staan duidelijk te maken. En hij slaagt daar mevrouw Peters wonder wel in. U zegt bruggenbouwer, hij wordt overal in Vlaanderen gevraagd om zijn missie te komen verkondigen. Ik heb eigenlijk geen vraag aan de minister-president, maar wel een oproep aan jullie... Aan jullie twee, staak uw verzet, omarm de bouwmeester en doe mee aan de grootste uitdaging waar Vlaanderen voor staat deze eeuw. Meneer Holtse. Dat is eigenlijk echt wel grappig. Hè.
Een journalist doet zijn bewuste framing, een pikante titel die er niet uitzit. En we staan hier weer met twee van voor in het parlement om de grote wereldproblemen te gaan bespreken. We hebben gezamenlijk die bouwmeester aangesteld om te sensibiliseren. Hij provoceert daar ook bij. Er staan ook in dat artikel een aantal zaken waar ik het niet mee eens ben. Maar waar ik het vooral niet mee eens ben, collega Seyssens, is uw laatste oproep aan de minister-president om met de bouwmeester te gaan praten en te vragen om daarmee op te houden. Ik denk niet dat het verstandig is als Vlaamse regering, als Vlaams parlement, om iemand die we aangesteld hebben om zo een adviezen te geven, om te sensibiliseren en te doen, te vragen om daarmee op te houden. Minister-president. Dank u wel, voorzitter. Collega Piraat, u hebt geen vraag gesteld. U bent wel de eerste die mijn vrouwelijke kanten benadrukt, waarvoor ik u bijzonder dankbaar ben. Collega Rons en collega Seyssens, ik wil beklemtonen, de bouwmeester is een medewerker van de Vlaamse overheid en heeft in die zin spreekrecht. En als ik dat interview lees, daar zie ik geen enkele overtredingen van de deontologische code. Hij heeft spreekrecht en ik voeg eraan toe, en dat blijkt eigenlijk ook uit wat collega Seyssens zegt en wat andere collega's aanvoelen, dat hij bezig is met een beweging op gang te brengen in Vlaanderen, met een omslag op gang te brengen. Er zijn gemeentebesturen die zeggen, wij gaan onze woonuitbreidingsgebieden, we gaan die schrappen. Dat gebeurt in Wevergem, dat gebeurt in Kortrijk, in mijn provincie, dat gebeurt op andere plaatsen ook. Hij trekt Vlaanderen rond, vaak op uitnodiging van gemeentebesturen. Mijn ervaring is dat hij dat zeer bezielend doet, dat hij een verhaal brengt. En eerst denk ik dat zijn grote verdiensten, misschien niet de eerste, maar de eerste die op zo'n sterke manier het verband aantoont tussen onze ruimtelijke verrommeling en de strijd die we moeten voeren tegen de klimaatverandering. Hij legt die band. En de vraag is gesteld, klopt dat wat hij zegt? Ik ben geen wetenschapper, ik ben geen bouwmeester. Het staat anderen vrij om dat te betwisten. Maar hij komt inderdaad met de stelling dat een vrijstaande woning, ook al is het top geïsoleerd, op de buiten met vier gevels, dat die ecologisch in de totaliteit, ook al is het een benwoning, dat die schadelijker is voor het milieu. En ik heb het dan nog niet over de grote infrastructuurkosten, of de grote kosten voor nutsleidingen, of de grote mobiliteitsproblemen, of de grote reeks ongevallen die we hebben, onder andere met fietsers. Vandaar dat we met de Vlaamse regering kiezen voor die omslag. We gaan dat niet zo radicaal doen natuurlijk, zoals hij zegt, waarbij hij zegt dat elke vrijstaande woning bouwen daarmee in strijd is, ben ik met u eens, dat zeggen we ook niet. We hebben ook gezegd, we gaan tegen 2040, we hebben de 10 jaar vervroegd, gaan tot een nul inname. In 2025 moet dit gehalveerd zijn. En ik denk dat dit de grote lijn is. En ik breng ook, collega's, zeer creatieve ideeën aan. Want u hebt gelijk, dat wonen dichter bij elkaar in dorpen, in steden, dat moet natuurlijk kwaliteitsvol zijn. Dat moet aantrekkelijk zijn, dat moet een omgeving zijn waar het ook goed is om te wonen met kinderen, waar voldoende recreatieve ruimte is, waar in flatgebouwen voldoende gemeenschappelijke ruimtes zijn, enzovoort, enzovoort. Dus dat vergt een hele omslag. Wat ik wel weet, collega's, dat is als we niks doen, dat wij in 2050 41,5% van onze oppervlakte zullen hebben die bezet is. Dit is dramatisch. We zijn nu al, na Malta, maar Malta is een rots, ik neem aan dat u er allemaal eens geweest bent, dat wij na Malta de grootste verharde oppervlakte van Europa hebben. Dus we moeten daar met z'n allen iets aan doen. Ik blijf erbij dat dit een ongelukkige woordkeuze is, een ongelukkige uitspraak is, die eigenlijk afdoet aan de totaliteit, aan de teneur van dit, in mijn ogen, over het algemeen goede interview. En ik blijf erbij, collega Tobak, dat hij haak staat met zijn uitspraken over Vlaamse identiteit en taal, haak staat op het beleid dat wij voeren als Vlaamse overheid. Zoals ik ook vragen heb bij zijn oplossing voor multi-eigendom. Ik denk dat er federaal op het ogenblik nagedacht wordt over andere manieren om de problemen van mede-eigendom te gaan oplossen. Zoals ik ook vragen heb bij zijn stelling over de economische krimp. Maar dit terzijde, de algemene teneur zaak de ruimtelijke ordening spoort met wat de Vlaamse overheid wil. Dus ik moet die man niet tot de orde roepen. Ik zie hem geregeld, zoals ik elk van mijn topambtenaren geregeld zie. Ik zeg hem daar ook waar ik het mee eens ben, waar ik het niet mee eens ben. Maar hij heeft recht van spreken, zoals iedereen. Ik ben het eens met collega Ronsen. Ja, daar is weer eens een titel geplakt
Boven een interview, waarschijnlijk met de bedoeling dat dit aanleiding kan geven tot actuele vragen. Ik verdenk er soms die eindredacties van om heel bewust iets sterker te gaan dan wat mensen gezegd hebben in hun interview. Hij heeft gezegd in de betekenis van crimineel zat, in de betekenis van onverantwoord. Hij heeft niet gezegd, dit zijn criminelen, dit zijn criminele gedragingen. Maar los daarvan, had hij die woorden niet gebruikt, was het interview sterker geweest, maar dan hadden we misschien dit debat niet gehad. Rob Peters, Sollemerking. Ja, meneer de minister-president. Uiteraard heeft de bouwmeester spreekrecht, maar in de opinie is ook heel vaak de mening alsof het dan het spreken is namens de Vlaamse regering. Nu, ik zou het toch ten zeerste appreciëren, meneer de minister-president, als u de bouwmeester straks eens vraagt naar een bewijs van zijn stelling dat een individuele woning, dat mensen die daarin wonen, een ecologisch grotere voetafdruk hebben dan mensen die in een penthouse in het centrum van Brussel ergens wonen. Ik zou zeker willen appreciëren als u hem dat eens gaat vragen of hij daar effectief een bewijs voor heeft. En ik zou tegelijkertijd ook willen vragen, meneer de minister-president, dat u aan de bouwminister vraagt om niet langer te stigmatiseren en te schofferen, maar dat hij respect opbrengt voor de mensen die in een vrijstaande woning wonen. Of dat nu een villa is of een starterswoning. Eender waar dat die mensen wonen, als die mensen in een eigen woning wonen, moet daar ook respect voor kunnen opgedragen worden. Ik zou ten zeerste willen vragen dat u dat ook aan de bouwmeester vraagt. Meneer Sijsens. Collega Rons, in de eerste plaats, ik denk niet dat ik gevraagd heb aan de Vlaamse bouwmeester om op te houden met zijn betoog. Ik heb hem gevraagd om op te houden met die vrijstaande woning te viseren, waar ik het samen met u over eens ben dat die in de toekomst minder gebouwd zal worden en dat we meerdere andere woonvormen. Maar zonder meer zeggen, die woonvorm, dat is onverantwoord, dat vind ik een brug te ver. En verder denk ik, meneer de minister-president, dat u inderdaad in uw gesprekken met de Vlaamse bouwmeester best steeds blijft hameren op de enthousiasmerende functie die je kan hebben en wat hij op het terrein ook bewijst dat het kan, eerder dan op deze manier te schofferen. En dan denk ik dat de Vlaamse bouwmeester zeker zijn rol kan hebben in Vlaanderen. Dank u wel, minister-president. Vier actuele vragen over hetzelfde onderwerp. Het gaat namelijk over de conclusies van het Transbazo-onderzoek. Kathleen Krekels, Jos de Meijer, Caroline Genee en Elisabeth Meuleman. Ik wens die vraag graag te stellen aan mevrouw Hilde Krevits, Vlaamse minister van Onderwijs. Ja, ik hoor het. Omdat het over onderwijs ja, maar ik zal het niet hardop zeggen. Mevrouw Krekels. Dankjewel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. We hebben gisteren allemaal kennis mogen nemen met het Transbazo-onderzoek dat gisteren opgeleverd is geweest en dat georganiseerd is door verschillende hogescholen en universiteiten van Antwerpen en Gent. En waar 3000 studenten ondervraagd zijn geweest over hun overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. En uit dit onderzoek is gekomen dat het, de keuze voor het ASO nog steeds de meest gegeerde keuze is. En wanneer men dan kiest voor het TSO of het BSO, dat men zich meteen ook wat minderwaardig voelt, men niet gelukkig voelt met die keuze en dat men zich wat gestuurd voelt en gedemotiveerd voelt in zijn verdere carrière, in zijn verdere schoolloopbaan. En ik vind dat natuurlijk een heel spijtig gegeven, omdat wij heel sterk geloven in de kracht van de oriëntering vanuit het basisonderwijs. We zitten 9 jaar lang in het basisonderwijs en wij worden van de eerste kleuterklas tot het 6e leerjaar, dus 9 jaar lang gevolgd van leerkracht tot leerkracht via een heel leerlingvolgsysteem om te komen tot ons eindresultaat in het 6e leerjaar. Een leerkracht weet dus heel goed wat een kind kan en niet kan, wat de kwaliteiten, wat de talenten, wat de sterktes en de zwaktes zijn van de kinderen op dat moment. En zij proberen dan op een heel gedreven manier een goede oriëntering, een goede studiekeuze mee te bepalen met de kinderen en de ouders. En toch merken wij dat dan toch die keuze voor een ASO wordt gemaakt, terwijl dat niet altijd goed is. We hebben ook besloten in het basisonderwijs om het vak wereldoriëntering op te splitsen in mens en maatschappij en in wetenschap en techniek.
En we hebben dat gedaan om nog een beter zicht te krijgen op de sterktes en de zwaktes van die kinderen, ook richting wetenschap en techniek, omdat we voelen voor onze toekomstige maatschappij, voor onze toekomst in het algemeen, dat dit een zeer belangrijke richting is. En die richting die wijst soms naar het TSO. En dus en sterke leerlingen moeten dan ook soms durven kiezen, heel bewust positief, voor die keuze van het TSO. En mijn vraag is dan ook, meneer de voorzitter, vanuit die keuze, wij hebben het vakwereldoriëntatie gesplitst in die twee onderdelen. We hebben dat al 2 schooljaren lang gedaan. Is er een idee dat wij vanuit die keuze die er gemaakt is geweest, nu al veel bewuster een keuze krijgen voor die richting van wetenschap en techniek, voor die richting TSO? Meneer De Meijer. De uitgebreide vraagstelling van mijn collega laat toe dat ik iets beknopter ben. Transbazo, een interuniversitair onderzoeksproject bij meer dan 3000 leerlingen in 18 scholen in Antwerpen en 18 scholen in Gent. De resultaten daarvan werden voorgesteld op een studiedag. Samenvattend enkele conclusies. Het huidig landschap secundair onderwijs kent nog steeds een zeer hiërarchisch schoolmodel, te veel het watervalprincipe. De interesse van de leerlingen speelt te weinig een rol bij de studiekeuze. De huidige structuur van het secundair onderwijs is te weinig transparant. En men voegt er ook nog gratuit aan toe, ik weet niet in welke mate ze dit grondig onderzocht hebben. De modernisering van het secundair onderwijs zou blijkbaar volgens hen ook geen oplossing bieden. Mevrouw de minister, ik dacht dat de modernisering juist als bedoeling had om deze problemen aan te pakken. Vandaar mijn vraag, u hebt uiteraard kennis genomen van dit onderzoek. Hoe reageert u erop en in welke mate kan de modernisering juist wel een antwoord bieden op de probleemsituatie die hier gesteld wordt? Eugenie. Collega's, ik kan het niet beter zeggen dan de onderzoekers en collega De Meijer. De voorgestelde modernisering van het secundair onderwijs zal niet doen wat we met z'n allen hopen dat ze moet doen. Namelijk de waterval tegengaan en er vooral voor zorgen dat kinderen, als ze naar het secundair onderwijs gaan, kiezen op basis van hun eigen talenten, hun eigen interesses en een gemotiveerde keuze maken die ervoor zorgt dat ze een succesvolle schoolcarrière hebben in dat secundair. En dat is nu net wat men niet gaat doen met deze voorliggende modernisering van het secundair onderwijs. Ik zeg dat niet, ik zeg dat ook, ik zeg dat al lang. Ik zeg dat al heel lang samen met de VLOR, die alle onderwijspartners groepeert. Maar dat wordt nu ook bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. En dat moet u toch ongerust maken, mevrouw de minister. Want het kan toch nooit de doelstelling zijn in de politiek van dingen te doen waarvan iedereen u zegt dat ze de situatie op het terrein slechter gaan maken dan dat ze vandaag is. En daarom zou ik u willen vragen, mevrouw de minister, hoe gaat u rekening houden met die hele duidelijke conclusies van het Transbazo-onderzoek die stellen dat jongeren vandaag in ons onderwijs onvoldoende kiezen op basis van hun eigen talenten en interesses, maar keuzes maken op basis van een imago van een school, een imago van een richting en een hiërarchie tussen studierichtingen die echt niet meer van deze tijd is. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister. Het is inderdaad een zeer grootschalig onderzoek. Men is er een aantal jaar mee bezig geweest. 3000 leerlingen zijn geïnterviewd en daar is een boekje van. En in dat boekje staan citaten, want men heeft interviews gedaan, kwalitatief onderzoek, leerlingen gehoord. Daar staat in, ik mocht geen beroeps kiezen, omdat mijn ouders dat te laag vonden. Ook techniek mocht ik niet doen. De rest wel. Volgende citaat. Op school zeggen ze dat onze dochter beter iets in een technische richting zou doen, of zelfs lager. Maar ik ben van oordeel dat ze zo hoog mogelijk moet beginnen en zien hoe ver ze geraakt. En als ze moet zakken, dan kan ze zakken. Ik volg niet de leerkrachten. En verder, ze hadden toch wel graag, de leerkrachten en mijn ouders, dat ik een hoge richting ging volgen. Citaat na citaat na citaat, mevrouw de minister. En wij zeggen dat ook al zo lang. Dat hiërarchisch denken, dat watervaldenken, dat zit in ons onderwijs en in onze maatschappij ingebakken. En daar moet dringend iets aan gedaan worden. En de onderzoekers hebben 7 aanbevelingen voor het beleid, heel concrete aanbevelingen. En ze zeggen,
En dat wordt bevestigd door het katholiek onderwijs, door de scholierenkoepel, door het gemeenschapsonderwijs, door het onderwijs van steden en gemeenten, door de vakbonden, die allemaal, mevrouw de minister, een protocol van niet-akkoord getekend hebben bij de beslissing van de Vlaamse regering over de hervorming secundair onderwijs. Omdat ze niet akkoord zijn, omdat ze zeggen de hervorming zal niet zorgen voor meer transparantie. De matrix maakt alles nog onduidelijker. Het wordt nog moeilijker kiezen en we houden het watervalsysteem in stand. Dus, mevrouw de minister, mijn vraag is zeker concreet. Welke aanpassingen gaat u nog doen? Hoe gaat u de hervorming secundair onderwijs, die nu toch uitgesteld is, nog bijspijkeren om ervoor te zorgen dat we dit probleem kunnen wegwerken? Mevrouw Kevits. Dank u wel, collega's. Ik wil eerst en vooral een opmerking maken over de toon van de vraagstellers. Door op deze manier uw vraag te stellen en nog eens stigmatiserend te gaan citeren, zit je eigenlijk al goed bezig om ons technisch... Ik zal mijn zin misschien toch afmaken. Zijt je goed bezig om ons... Zijt je goed bezig? Ik ben aan het woord, collega's. Ik zou graag mijn zinnen mogen afwerken. Zijt je goed bezig om het watervaldenken? Want daarover, collega's, gaat het onderzoek. Het onderzoek gaat niet over de modernisering, secundair onderwijs. Het onderzoek gaat over het watervaldenken dat in de hoofden van de mensen zit. Wel, wij moeten in de eerste plaats starten, en collega Krekels heeft dat eigenlijk wel oké gedaan. Wij moeten in de eerste plaats starten met zelf... te stoppen om dat watervaldenken te voeden. Ik gebruik dat woord al lang niet meer en ik zal dat ook niet doen. En collega's, ik zal nog een klein beetje verder spreken. Als u aan mij als minister vraagt om alle hoofden van de mensen morgen om daar iets in te steken, om ervoor te zorgen dat ze allemaal anders denken, dat is niet zo simpel om dat te doen. Wat wij wel proberen te doen, en we doen dat, collega Gené, ik krijg mij specifiek tot u... Wij doen dat op basis van een masterplan dat uw partij mee goedgekeurd heeft en waarbij uw partij tientallen jaren de tijd gehad heeft om de problemen aan te pakken. Wij voeren dat zorgzaam uit en wij gaan zelfs heel concreet in op een aantal van de aanbevelingen van de onderzoekers. Ik ga er eentje overlopen, specifiek voor jullie. Men zegt daar, zorg ervoor dat de B-stroom een stroom is die kansen biedt. Waarom, collega's, denken jullie dat we 4 uur extra basisvorming voorzien in het eerste jaar van het middelbaar voor leerlingen die naar de B-stroom gaan? Daarom. Waarom denkt u dat we een opstroomoptie voorzien om te zorgen dat die B-stroom geen gevangenis wordt voor kinderen die er toevallig in geraken, maar dat ze de kans krijgen om terug naar die A-stroom te gaan? En collega's, wat mij ook enorm verbaast, niemand van jullie heeft de opmerking gemaakt, niemand van de vier... dat de eerste graad van ons middelbaar geen ASO, BSO, TSO, KSO kent, die graden of die indelingen die ontstaan pas in de tweede graad. En wat hebben wij met de Vlaamse regering gedaan? We hebben gezegd, inderdaad, we moeten zorgen dat alles een beetje transparanter wordt. Op 1-3 papier staan alle studierichtingen voor de tweede en de derde graad. Netjes ingedeeld volgens interesse-domeinen van leerlingen, punt 1. En netjes ingedeeld volgens van heel abstract tot heel praktisch. De scholierenkoepel kwam bij mij en zei, ah, dat is nu wel eens interessant. We hebben nu tenminste een papier en we kunnen nu zien wat de studierichtingen zijn vanaf het derde jaar, collega's, niet het eerste en het tweede jaar, vanaf het derde jaar die we kunnen volgen, gaande van abstract tot praktisch. Zijn daar mogelijkheden, vroegen ze, om te verhuizen van studierichting? Want mevrouw Meuleman gaf een voorbeeld van iemand die graag een eerder praktische richting wilde volgen, maar niet mocht van zijn ouders. Er zijn ook kinderen die liever een veel abstractere richting zullen volgen, want toevallig geen praktische handen hebben. Ja, we voorzien die mogelijkheden. En bovendien, in het eerste en het tweede jaar, vragen we dat scholen zouden versterken, verdiepen en kinderen toelaten om te verkennen. Allemaal zaken die uitgewerkt staan nu in ons masterplan secundair onderwijs en waar vroeger of waar tot op vandaag minder aandacht voor had. Collega's, en specifiek de collega's die zeggen, ik heb nu een jaar tijd gekocht. Ik heb geen jaar tijd gekocht. Dat wil ik ook nog wel eens verduidelijken. Ik heb van alle onderwijsverstrekkers het engagement gekregen, en ook van de vakbonden, dat ze voluit, als de keuze gemaakt is, voluit gaan meewerken aan die modernisering. Maar dat ze ook graag zouden hebben dat dit samen gebeurt met de invoering van de nieuwe eindtermen. Wel, dat zal nu zo gebeuren, collega's. En de tijd die er extra is, is tijd voor leraren en voor scholen om zich goed te organiseren. Dat is dus bijzonder goed en zelfs elementair dat we die tijd geven. Dat is ook de reden waarom iedereen zonder uitzondering daar positief heeft op gereageerd. Collega Krekels, tot slot.
uw vraag over stem. We hebben inderdaad 2 jaar geleden gevraagd, opgelegd, dat het wereldoriëntatie zou opgesplitst worden in wetenschappen en techniek en mens en maatschappij. Het is nu het 2e jaar dat het gebeurd is. We zien een eerste resultaat bij de inspectieverslagen. We zien namelijk dat de gunstige beoordelingen dat die een beetje gestegen zijn. Dus dat betekent dat scholen effectief iets meer al de profilering van het WO beter profileren naar de leerlingen. Maar het is nog zeer vroeg om nu natuurlijk al te kijken, ziet je dat? Je zult het zeker in het onderzoek niet zien, omdat de jongeren die bekeken zijn, die gaan tot september 16, denk ik. En dat is net de overgang van de opsplitsing van het leergebied. Maar ik verwacht daar wel van iets van. U weet ook dat wij een stemdidactiek aan het ontwikkelen zijn, zowel voor praktijkgericht onderwijs als voor eerder theoretische abstracte opleidingen. Maar weet vooral, en ik ga daarmee ook afsluiten, dat er een hoge nood is aan technisch geschoolde profielen, dat jongeren die technische opleidingen gevolgd hebben of beroepsopleidingen, dat die zeker op vandaag onmiddellijk werk vinden, dat die ook in staat zijn om een loon te hebben dat de toets kan doorstaan van hoger opgeleiden. We zitten ook in een economische goede conjunctuur, ook wat dat betreft. Dus laat dit ook een pleidooi zijn om zelf mee die technische en die beroepsrichtingen te valoriseren. Het begint met de manier waarop wij erover spreken. Dank u wel. Mevrouw Krekers. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord en uw vurig betoog over dit inderdaad gevoelige onderwerp en een onderwerp dat we allemaal in ons hart dragen. Nu, wat heel belangrijk is voor mij en voor ons, ik heb inderdaad niet gezegd over die eerste graad en dat de ISO, BSO, TSO eigenlijk wegvalt in die eerste graad. Eerlijk gezegd, als er iets is dat ik spijtig vind, is het eigenlijk wel dat. En waarom? Omdat wij natuurlijk geloven in die oriëntering vanuit het basisonderwijs, omdat wij ook gekozen hebben voor die versterking van techniek en wetenschap in dat basisonderwijs. En omdat wij nu merken dat er scholen zijn die in de eerste graad die nu georganiseerd wordt, vakken beginnen te clusteren. En een van die vakclusters is geschiedenis, natuurwetenschappen en techniek. En natuurwetenschappen is eigenlijk al een cluster van biologie, van chemie en van fysica. Dat wil zeggen dat men in die eerste graad een vak gaat willen inrichten van 5 verschillende vakken. Men gaat dus terug eigenlijk weg van die wetenschap, van die profilering van wetenschap en techniek. Dit is wat we in het basisonderwijs gekozen hebben om niet te doen. Dus ik vraag mevrouw de minister, hou dat op een of andere manier in doog. Ik weet dat scholen het recht hebben om zichzelf te organiseren, maar het kan niet zijn dat wij gaan versterken wetenschap en techniek in het basisonderwijs, dat wij dat gaan nivelleren in die eerste graad en dat wij dan verwachten dat kinderen heel bewust gaan kunnen kiezen voor een vervolgrichting in die stem. Meneer De Meijer. Ik denk dat dit een verkeerde weg is. Meneer De Meijer. Mocht dit een proef zijn begrijpend luisteren, dan weet ik niet welke quotering men zou geven aan collega Genet aan de wijze waarop ze mijn tussenkomst daarnet even interpreteerde. Mevrouw de minister, ik ben samen met u uitermate tevreden dat de koepels enthousiast reageren op de startdatum van 1 september 19 voor de start van de modernisering van het secundair onderwijs en nog meer van een uitgesproken engagement daartoe. Ik wil u vooral aanmoedigen om de inspanningen die reeds gedaan zijn naar beroepsgericht onderwijs, naar TSO en naar STEM, om die nog te versterken. Voor mij was het symbolisch, maar tegelijkertijd bijzonder belangrijk, de 5 miljoen extra voor technische uitrusting in TSO en BSO-scholen. Mevrouw Genet. Misschien nog beter articuleren, collega De Meijer, dan zal ik u nog beter verstaan. Punt is, de waterval verdwijnt niet door erover te zwijgen. Was het maar zo simpel, collega's. Wetenschappelijk onderzoek bewijst zwart op wit dat ze bestaat. En ja, deze regering steekt haar kop in het zand. Proficiat daarvoor. Maar onze partij, de SPA, die doet daar niet aan mee. Op het masterplan hebben van VOCA tot het katholiek onderwijs positief advies gegeven. Op dit ontwerp van decreet geeft wie allemaal negatief advies? Het gemeenschapsonderwijs, het katholiek onderwijs, het OVSG, het ACOD, het COV en het VSOA. En niet omwille van de ingangsdatum, mevrouw de minister, want dat is ondergeschikt. Het moet gaan over inhoud. Onze onderwijs heeft een hervorming nodig om inhoudelijke redenen. Namelijk, jongeren moeten kiezen op basis van hun eigen talenten. Leerkrachten moeten bevrijd worden van die verstikkende planlast. En last but not least, ons studieaanbod moet transparanter. En als u de adviezen van al uw stakeholders zou lezen, en mevrouw de minister,
dan zou u letterlijk kunnen lezen dat het gemeenschapsonderwijs en het COV zeggen dat het onderwijsbeleid van deze regering gereduceerd is tot mevrouw puur politiek beleid mevrouw Meuleman, zonder draagvlak en zonder inhoud. Punt is gemaakt. Ja, maar die maken een punt en dan beginnen ze opnieuw. Ja, mevrouw de minister. Allee, het laatste wat we moeten doen is opnieuw een hoog oplopende ideologische en politieke discussie voeren over die hervorming van het secundair onderwijs. Dat is al jarenlang aan de gang. Er is nu onderzoek door 3 universiteiten en 2 hogescholen met concrete aanbevelingen. Aanbevelingen op microniveau, voor scholen, voor scholengroepen, voor pedagogische begeleidingsdiensten en 7 concrete constructieve aanbevelingen voor het beleid. En ze nemen inderdaad een aantal problemen in de huidige hervorming onder de loep. Problemen die inderdaad aangekaart zijn door het katholiek onderwijs, door het gemeenschapsonderwijs, door het OVSG, door de vakbonden, die allemaal gezegd hebben, wij geven een niet-akkoord op deze hervorming, omdat er nog wat problemen in zitten. Dat gaat over de doorstroom van de B-stroom naar de A-stroom. U zegt, ik heb dat opgelost, die onderzoekers zeggen, nee, op dit moment is dat onvoldoende. Dat gaat over het verkennen in de eerste graad en om nog te zoeken waar uw interesses en uw talenten liggen. Spijker daarbij, mevrouw de minister. Zij geven u een aantal suggesties. En dat gaat over dat uitstel van die studiekeuze. Dus mevrouw de minister, nog maar eens mijn vraag. Bent u bereid om te luisteren naar het veld en om een aantal van deze aanbevelingen mee te nemen en uit te voeren? Wie wens aan te sluiten? Meneer De Roo. Na alle hoge woorden, mevrouw de minister, is er één ding dat me bijblijft als ik de resultaten zie. En waar ik als democraat, en ik hoop eigenlijk zoveel mogelijk mensen in dit alle front met mij moeten tegen revolteren. Dat is dat ik lees dat men vastgesteld heeft dat als kinderen hetzelfde goede resultaat boeken in het lager onderwijs, dat hun studiekeuze nadien afhangt van hun thuismilieu. En als we het echt menen met z'n allen, in alle partijprogramma's lees ik dat alle talent kansen geven, dan is dat voor mij een vaststelling waar ik van wakker kan liggen en wakker van lig. En dus op die vaststelling zou ik u graag bevraagd, wat vindt u daarvan en wat kunnen we, niet alleen in Brussel, maar ook op het lokale terrein, daar meer aan doen om die schande uit te wissen? Minister Krebets. Dank u wel, collega's. Ik zal starten, collega De Roo, met uw opmerking. Want natuurlijk, voor mij zijn er wel een aantal andere zaken ook die mij frapperen in dat onderzoek. Ik geef één voorbeeldje. Als ik zie dat jongeren die in de latere jaren kiezen voor een eerder praktische richting zich minder goed voelen, dan vind ik dit eigenlijk wel verschrikkelijk. De bedoeling van onderwijs is dat we jongeren emanciperen, dat we hen voluit steunen in het ontwikkelen van hun kennis, maar ook van hun talenten. En dat is ook iets wat we met de modernisering net willen doen. Ik zei daarnet, als we in die B-stroom, iets waar nu wat schamper over gedaan wordt, als we in die B-stroom 4 uur extra basisvorming willen geven aan jongeren die daar volgen, want niet iedereen zit daar op zijn plaats, dan is dat om hen de kans te geven om aansluiting te vinden bij de A-stroom. En als je in de A-stroom les volgt in het eerste en tweede, en vervolgens ook als je naar het tweede jaar wil gaan, dan kan je uit veel meer studierichtingen kiezen, heb je een veel grotere opportuniteit. Maar datgene wat u zegt, collega De Roo, kan je met een structuur alleen nooit oplossen. De houding van ouders ten opzichte van praktische richtingen kan je met een structuur alleen nooit oplossen. Dat vraagt een collectieve inspanning van ons allemaal om die beroeps- en die technische richtingen te herwaarderen. En collega De Meijer, toen u daarnet zei, dus ik had er zelfs nog niet aan gedacht, maar we hadden 5 miljoen euro die we konden investeren in 17. We hebben die prioritair in technische en beroepsscholen geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat ze betere materieeluitrustingen hebben. Dit zijn zaken die ook mee zullen ertoe leiden dat ouders kinderen opnieuw zullen willen kiezen. En collega's, zeker de collega's van de oppositie, er zijn altijd redenen om keuzes uit te stellen. Maar het is nu wel tijd om te kiezen. We hebben met de Vlaamse regering keuzes gemaakt in debatten die niet zo makkelijk waren. In debatten waar alle partijen ook mee inhoudelijk hebben helpen stofferen. Maar nu de trein opnieuw doen stoppen en helemaal terug opnieuw beginnen of te zeggen we gaan terug naar die brede eerste graad waar ik zelf ook totaal geen ondersteuning kan aanbieden, dat gaan we niet doen. Het is nu het moment om regelgeving te maken. Ik heb een engagement van de onderwijsverstrekkers, ze zijn trouwens volop bezig,
om zich positief daartegenover op te stellen. Ik heb ook gemerkt dat niet alle vakbonden een protocol van niet akkoord gegeven hebben. U zult dat ook wel gemerkt hebben, hoop ik. Maar ik hoop vooral, collega's, dat we zowel wat de hoofden van de mensen en de jongeren betreft, als wat de kansen die op het terrein gegeven worden, dat we daar stappen voorwaarts kunnen zetten. En collega Krekels, het ASO in de eerste graad is niet afgeschaft. Het is er nooit geweest. Het is zo dat in het eerste en het tweede middelbaar dat de termen dat die maar starten vanaf de tweede graad en dan vervolgens naar de derde graad gaan. Sowieso, collega's, zal het altijd van belang zijn. En ik kijk hier ook nog eens naar collega Gené, dat je toont, zeker in het vijfde en zesde middelbaar, waartoe een bepaalde studierichting leidt, of ze nu best voorbereid op hoger onderwijs, dan wel of ze voorbereid op een beroepsuitoefening. En als ze dan voorbereid op die arbeidsmarkt, is het van belang dat werkgevers ook zeggen, kom maar, dat zijn goede studierichtingen. Vandaar dat we gescreend hebben en dat we ook de inhouden van de studierichtingen updaten waar dat nodig is, collega's. Veel mogelijkheden om nog heel lang over te discussiëren, maar we hebben keuzes gemaakt en het is mijn verantwoordelijkheid als minister om die keuzes getrouw uit te voeren en inderdaad ook rekening te houden met onderzoeken die gebeuren zonder dat de trein van verandering opnieuw stilgelegd wordt of in tegendeel zelfs achteruit gaat rijden. Dank u wel. Mevrouw Krekels. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, het ASO, TESO, BESO bestond niet in de eerste graad. Ik wil dat toch corrigeren. Toen wij vroeger naar school gingen en wij moesten kiezen voor onze eerste graad, dan gingen wij naar het ASO, het TESO, het BESO of het KSO. Dat was toen zo. Het KSO was inderdaad wat later, maar dat was toen zo. En ik vind dat ook niet erg, want wij geloven in die oriëntering, ik herhaal het, vanuit die basisschool. Je kan perfect een keuze maken als je 12 jaar bent, wanneer je goed omkaderd bent geweest over die hele loopbaan van dat basisonderwijs. Een leerkracht kan heel goed richten wat een kind kan en niet kan en in welke richting het uit wil gaan. En dan heel specifiek voor die stemkeuze, als men inderdaad kiest voor het TSO, omdat men goed is in wetenschap en techniek en technologie, dan moeten wij daar ook positief een keuze voor durven maken. TSO is onze best georganiseerde richting rond wetenschap, techniek en technologie. En dat is zo en dat zal ook zo blijven, omdat we hen onder meer daarin nog versterken. En dat punt wil ik vandaag hier zeker maken. Mevrouw de minister, voorzitter, collega's, ik wil nog even meegeven dat volgens onderzoek van Roos van Gassen en Chris van Kouteren waardering van studierichtingen door leerlingen samenhangt met de aanwezigheid van leerlingen van andere studierichtingen. Dit onderzoek leert ons met andere woorden dat we het idee van incentives voor domeinscholen zeker niet moeten verlaten. Mevrouw Gené. Ja, tot slot, ik snap de dwang bijna niet die deze regering kenmerkt om labels te willen blijven plakken. ASO, TSO, BSO. Terwijl inderdaad, mevrouw de minister, het is belangrijk dat we kiezen op basis van interesses en talenten. En daarom was dat natuurlijk de matrix die moest uitgewerkt worden en niet die met de labels. Dat maakt het allemaal nodeloos ingewikkeld. Dus, mevrouw de minister, één oproep. Be a woman. Slik uw trots even in. Ga aan tafel met het veld. Maak een hervorming die draagvlak heeft in het onderwijs en die de doelstellingen waar we allemaal achter staan, de studiekeuze versterken, de plantas verminderen en meer leerlingen met een diploma op de arbeidsmarkt brengen. Laten we daarvoor gaan. Want mevrouw de minister, u zal dan nog wel merken, in de politiek is het belangrijker dat u het goede doet dan dat u het foute communiceert en goed weet te omhullen. Mevrouw Meuleman, be a woman. Mevrouw de minister, ik zou u nog eens willen oproepen. Meneer de voorzitter. Nee, mevrouw de minister, ik zou u willen oproepen om het onderzoek en het boek eens ter hand te nemen en het nog eens te lezen. Hè. Want het is schrijnend om te lezen hoe kinderen die naar BSO of TSO gaan een gevoel hebben van futiliteit, zo zeggen ze het letterlijk, een gevoel hebben van demotivatie nog voor ze aan een schoolcarrière starten, mevrouw de minister. En dat moet eruit, dat moet weg. We moeten een hervorming hebben die transparant is, die de studierichtingen reduceert, geen ingewikkelde matrix, die het nog moeilijker maakt om te kiezen, zeker voor de allerzwakste, mevrouw de minister. Dus een aantal bijsturingen zijn nodig en ik zou u ook oproepen om dat alsjeblieft wel nog ter harte te nemen.
Dankjewel. Volgende actuele vragen zijn van Vera Celis, Jodero en Caroline Genet. U kunt rustig blijven staan. En die gaat over het dalende leesniveau bij Vlaamse leerlingen. Eerst mevrouw Celis. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. Ik zag dat u ook gisteren geschrokken was wanneer u de cijfers zag die het PIRLS-onderzoek naar voren heeft gebracht betreffende het leesniveau van de Vlaamse leerlingen. De 10-jarige leerlingen, toch 5400 in totaal, die zijn onderzocht geweest op vlak van begrijpend lezen. En men heeft dus een analyse gemaakt vanuit verschillende niveaus, ook vanuit verschillende doelgroepen, hoe het dus met het resultaat, met die kennis, gesteld is. En daar moeten wij spijtig genoeg vaststellen dat Vlaanderen binnen de groep landen waar het onderzoek op heeft plaatsgevonden, 50 landen, toch niet niks, dat Vlaanderen daar de grootste daler is in de groep als we vergelijken tussen 2006 en 2016. Wij hebben namelijk 22 punten ingeboet. Wij zijn gezakt van 547 naar 525 punten. En we zijn teruggevallen van de 8e naar de 22e plaats in de ranking. En uiteraard, mevrouw de minister, dat is niet goed. Dat is niet fijn om te vernemen. En ik denk dat het dus zeer belangrijk is dat we daar ook op inzetten. Vandaar, mevrouw de minister, taal is veel meer dan het technisch lezen. Het is ook het begrijpend lezen. Het zijn de elementen die onderzocht geweest zijn. Maar hoe kunnen wij, of hoe kan u, initiatief nemen om de leesvreugde en het leesniveau dat nu te wensen overlaat, om daar toch terug sterker aan te kunnen werken? Meneer De Roo. Ja, voorzitter, mevrouw de minister, collega's, we moeten niet flauw doen. Hè. Het was inderdaad gisteren een natte dweil in de nek van velen. Het aantal kinderen dat nooit voor zijn eigen plezier leest, stijgt in Vlaanderen. Van minder dan 10% naar bijna 20%. En waar vroeger nog 50% van onze kinderen graag las, is dat nu maar een derde meer. Het hoogste niveau, dus de kinderen die het beste lezen, is gehalveerd. En de leertijd die we in onze scholen spenderen om met taal bezig te zijn, is met 40% gedaald. En daarboven lezen we nog dat ook anderen die betrokken zijn bij het lezen van hun kinderen, de ouders, dat er ook een steeds kleinere groep leest of zingt met de jongste kinderen. Hoe kunnen we in godsnaam met deze cijfers onze wil of onze goesting om elk kind graag te doen lezen, hoe kan dat lukken? Ik zie ook zelfs in de tribune mensen zitten die in andere sectoren met dat graag lezen, met dat goed lezen bezig zijn, die vandaag erbij zijn komen zitten. Als je het niet wil bekijken uit liefde voor taal, beste collega's, en u volgt meer de commissie Economie, in Nederland heeft de stichting Lezen onderzocht dat het laaggeletterd zijn van een groot deel van de Nederlandse bevolking 1 miljard euro per jaar kost. Dus zelfs al zouden we het alleen al als mens moeten naar voren brengen, er is ook een belangrijke economische, opliftende kant aan de zaak. Mevrouw de minister, wij kunnen niet anders dan vandaag u de vraag stellen inderdaad wat we met het Vlaams beleid meer of beter kunnen doen om dit probleem te tackelen. Mevrouw Genet. Collega's, dit onderzoek is verontrustend. Vlaamse 10-jarigen lezen alsmaar slechter of begrijpen alsmaar minder wat ze lezen. En ik denk dat we daarop moeten ingrijpen. En er is inderdaad het belang van de thuissituatie. Wie opgroeit in een taalrijke omgeving, ongeacht zijn thuistaal, die is meer receptief om taal te leren. Elke taal. Wie opgroeit in een taalarme omgeving, die heeft het moeilijk. Maar er is natuurlijk ook zoiets als de verantwoordelijkheid van ons onderwijs en van ons als beleidsmakers. En daarom zou ik willen oproepen om niet zoals bij het Transbazo-onderzoek, dit PIRLS-onderzoek, te negeren of te relativeren, maar effectief de problemen onder ogen te zien en eigenlijk in te zetten op twee dingen. Het niveau van ons Nederlands moet hoger. Vanuit SPA stellen we heel duidelijk voor om alle eindtermen Nederlands bindend te maken voor alle leerlingen. Dan leggen we die lat hoog.
dan zijn we niet tevreden dat 80% het kan en 20% het niet kan. Dat kunnen we niet tolereren. En twee, versterk leerkrachten. Vorm ze permanent. Maak in uw opleiding dat leerkrachten ook de goesting om te lezen, de goesting om te vertellen, dat die veel sterker verankerd is. En als men op die twee sporen vanuit onderwijs werkt, dan ben ik ervan overtuigd dat we de goede richting kunnen uitgaan. Mevrouw de minister, bent u daar ook van overtuigd? Mevrouw Krivits. Dank u wel, collega's. Ik zal starten in mijn antwoord met eventjes door te gaan op wat collega De Roo zei. We hebben met de Vlaamse regering een actieplan geletterdheid. En geletterdheid omvat eigenlijk twee zaken. Eén, kan je technisch goed lezen, maar ook begrijp je wat er te lezen staat. U zult dan ook niet verrast zijn, collega's, dat de resultaten van het onderzoek gisteren mij eigenlijk zeer, zeer zwaar te moede gemaakt hebben. Omdat, als je ziet dat een samenleving niet meer graag leest, dat er thuis weinig aandacht is om te lezen, dat het Nederlands als taal omarmen en om beter te begrijpen wat er staat, dat eigenlijk niet meer zo breed gedragen wordt, dan sta je daar ook als onderwijs een beetje naar te kijken met hoe kunnen we daaraan werken. Dus het is inderdaad, collega's, laat mij daarmee starten, een zaak van de hele samenleving om te zoeken naar hefbomen, om die taal terug geliefder te maken en om die liefde voor lezen ook een stukje thuis bij mensen groter te maken. Ik zeg dit specifiek omdat ik gisteren ook wel een reactie gehad heb van een aantal leerkrachten die zeggen, ja, het is weer allemaal onze schuld, wij hebben het weer gedaan. Dus ik zou dit toch bij uitstek en bij aanvang eerst willen meegeven. Ten tweede, collega's, het onderzoek is niet goed. Maar gelukkig dat we eraan meedoen. Want ik hoor mevrouw Genee nu zeggen, ja, en wat gaat je doen? 5 jaar geleden heeft de bevoegde minister het niet nodig gevonden om aan het onderzoek deel te nemen. Waardoor ik nu mij moet baseren op cijfers van 10 jaar geleden. Hadden we dat maar gedaan, mevrouw Genee, het zou ons misschien al verder gebracht hebben. En ik vind het goed, collega's, ik vind het goed dat we ons als Vlaanderen meten met andere landen en met andere regio's. Ik vind het belangrijk dat we deelnemen aan PISA-onderzoeken. Ik vind het belangrijk dat we aan het TIMSS-onderzoek deelgenomen hebben. En ik vind het van belang dat we dit nu ook gedaan hebben. Maar ik zit als minister met een aantal vragen. En ik ga ze toch eventjes met jullie delen. Ten eerste, er stond vandaag in de krant, het is een natte dweil in ons gezicht. Hoe kan het dat dit nu het resultaat is van het onderzoek en dat nog de inspectie, nog de peilingproeven, nog de eigenproeven van onze koepels dergelijk zwaar alarmsignaal gegeven hebben. Ik zat deze ochtend al samen met de inspectie en de administratie om daar rond vragen te stellen. De inspectie zal nu screening doen van alle individuele doorlichtingen van scholen om te kijken of zij daar misschien signalen die ze hadden kunnen opmerken niet gezien hebben. Ten tweede, collega Genee zegt, we moeten de eindtermen voor iedereen, de lat leggen voor iedereen. Dat is gemakkelijk gezegd, maar wij leggen die eindtermen, einde basisonderwijs, de test is nu gedaan in het 4e leerjaar. Ik zou wel eens willen weten, hoe zit dat bij ons in Vlaanderen? Zou het kunnen dat we die eerste jaren langer bezig zijn met het pure technisch lezen? U kent de niveaus waarop men leest. En pas in de laatste 2 jaren veel meer op dat begrijpend lezen zijn gaan inzetten? Ik wil daar het antwoord op weten, want wij toetsen sowieso eind 6e leerjaar. Dus, collega's, dat is de reden waarom ik gezegd heb, volgend jaar een peilingproef. Het zijn dan net die leerlingen die nu 4e leerjaar getest zijn, die in het 6e leerjaar de peilingproef zullen doen. En zo zullen we eigenlijk heel concreet zien, zijn we nu zo slecht bezig, ja of niet. Ten derde, collega's, tijd en aandacht. Ik ben een beetje gechoqueerd als ik zie, en nu kom ik wel in de school, dat op school de instructietijd voor begrijpend lezen zo fel is gedaald. Als je het onderzoek 2006 neemt, collega's, waar we nog zeer hoog scoorden, daar stond toen al te lezen, ik weet de pagina niet van buiten, dat de instructietijd laag is in vergelijking met andere landen en andere regio's. Wel, die tijd is nog gedaald. Hoe komt dat? Ik hoor van leerkrachten, we zijn met zoveel andere dingen bezig. Wel, collega's, dat kan niet. Taal, lezen en begrijpend lezen is de ruggengraat om in de samenleving te kunnen functioneren. Dus we moeten zoeken hoe we die aandacht, die voldoende
tijd, en het is geen taalstrijd, maar taaltijd die we hier moeten vinden, hoe we dat kunnen versterken in onze scholen. En dat moeten we samen doen met de onderwijsverstrekkers en met inderdaad ook onze pedagogische begeleidingsdiensten. Ik wil wel eens weten, hoe fel zetten zij die taal en dat begrijpend lezen in de aandacht? Dit gesprek, collega's, wordt maandag gevoerd, want er is geen ruimte om hier bij de pakken te blijven neerzitten. Deze studie, dit onderzoek, als we dat zo serieus willen nemen, dan moeten we nu actie ondernemen. Naast tijd en aandacht, collega's, zijn er voor mij ook vragen bij onze scholen en bij onze leraren. Hoe komt het, dat weten we van de inspectie, dat al die scholen, dat heel veel scholen verschillende methodieken gebruiken? Ik wil wel eens weten, zijn er methodes die vandaag gebruikt worden die minder aandacht geven aan dat begrijpend lezen? Zijn onze leraren voldoende gewapend? Want we zien dat vooral die jonge leerkrachten het moeilijker hebben met dat begrijpend lezen. Is dat omdat er in de opleiding minder aandacht voor is? Of is dat omdat net in het begin het moeilijker is als je dat ook nog eens erbij moet nemen als je start met lesgeven? Vragen waar ik vandaag nog geen antwoord op heb, maar waar ik in de komende weken wel een antwoord wil op vinden. En tot slot, collega's, is het voor mij nu ook van belang om toch eens naar Nederland te kijken. Ik ben altijd de eerste om te zeggen, ja, ik vind dat we het in Vlaanderen beter doen dan in Nederland en men zou in Nederland wel eens beter naar ons kijken. Maar hier, collega's, stel ik vast, en er is door één of twee van de collega's er net al op gewezen, hier stel ik vast dat men er in Nederland wel in slaagt om dat niveau voor begrijpend lezen op niveau voor de leerjaar vast te houden. Hoe kan dat, dat zij dat kunnen en dat wij daar blijkbaar niet toe in staat zijn? Voor, denk ik, om toch eens over de grens te gaan kijken. Engeland is ook zo'n voorbeeld. Op 9-jarige leeftijd zie je daar dat jongeren al heel, heel goed scoren. Ik denk dat ook dit in de komende maanden zal moeten gebeuren om daarna een gericht actieplan op te maken. Een actieplan dat niet goedgekeurd dan wordt binnen x jaar, maar waar we onmiddellijk mee aan de slag kunnen. In het belang, denk ik, van het kostbaarste of een van de kostbaarste zaken die we kinderen meegeven, ook op school, maar ook thuis. Het lezen, maar ook het begrijpen wat je leest. Als je niet begrijpt wat er in teksten staat, dan ben je in onze samenleving sowieso een vogel voor de kat. En dat moeten we vermijden ten bate van iedereen die hier in Vlaanderen woont. Dank u wel. Mevrouw Schelers. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de minister. Taal is inderdaad zo fundamenteel dat het absoluut niet kan dat we bij de pakken blijven zitten. Maar zoals u ook terecht aanhaalt, meten is weten. Dus ik denk dat je echt moet deelnemen aan elk onderzoek, elk voorstel dat daaromtrent gedaan wordt, om te kijken wat kennen onze kinderen nu en op welke leeftijd hebben ze welke basis onder de knie en hoe gaat de evolutie van die kinderen verder. Fundamenteel. Ik denk dat het ook enorm belangrijk is dat we blijven inzetten op de kennis van het Nederlands, zowel voor die leerlingen die het als thuistaal hebben, dan voor de kinderen die het niet als thuistaal hebben. En dus bijzonder inzetten op de kennis van het Nederlands bij kleuters, omdat daar natuurlijk heel wat fundament gelegd moet worden naar basis en naar secundair onderwijs toe. Mevrouw de minister, degenen die het moeten uitvoeren zijn uiteraard de leerkrachten in onze klas. En het enthousiasme van de jonge leerkrachten wil ik absoluut, absoluut niet onder stoelen of banken steken. En ik denk dat ze op de beste manier moeten omkaderd worden. En daar hebt u ook naar gerefereerd. Om die taalkennis en het overbrengen van die taal, om daar maximaal zelf voor opgeleid te zijn en het heel goed over te brengen naar onze kinderen. Meneer de Roo. Maar ook daar werkt u. Meneer de Roo. Mevrouw de minister, vorige week hebben we hier een motie gehad van onder andere collega Gené, waar ze hetzelfde voorstellen als vandaag. En eigenlijk was het zeer herkenbaar voor mij, want namens mijn eigen fractie heb ik in de kerngroep eindtermen week na week na week na week bepleit dat er eindtermen basisgeletterdheid zouden komen. Dus eindtermen die voor alle kinderen een lat leggen, voor Nederlands, zowel als voor EHBO, als voor een aantal andere zaken. Wel, ik denk, ik kan moeilijk blijven zwijgen als telkens een andere partij zegt, ah, maar we hebben hier een voorstel over bindende eindtermen. Het lag op tafel. Ik kijk ook naar collega Daniels en naar collega Helzen. We hebben dat besproken. We hebben een akkoord gemaakt in de meerderheid om een aantal dingen te doen rond de eindtermen. Dit onderzoek komt tussen die datum en vandaag. Voor onze fractie is het duidelijk. Voor ons ligt dat gesprek terug open. Als wij vanuit dit parlement iets kunnen doen, dan is het de lat niet alleen hoog leggen, want die ligt hoog, maar ze even hoog leggen voor alle kinderen. En dat is wat directies mij op dit moment aan het mailen zijn.
We leggen de lat niet hoog genoeg voor alle kinderen. Goed. En over Nederlands moeten we dat doen. En dat is een van de weinige zaken, meneer de voorzitter, dat wij in dit parlement zelf in de hand hebben. Niet Goed. De methode, niet de manier waarop, maar wel de eindtermen. Laten we daar eindtermen voor iedereen maken. Mevrouw Genee. Voorzitter, ik zou collega De Roo effectief willen bedanken en feliciteren met voortschrijdend inzicht. Hier wordt de hand uitgestoken. De hand wordt uitgestoken, collega's. Mevrouw Genee. Om effectief eindtermen Nederlands voor elk kind bindend te maken. Wij zeggen dat vanaf dag 1 in de discussie over de eindtermen. We zien dat er nu ruimte is om daarop terug te komen. Ik zou durven zeggen, mevrouw de minister, luister eens naar uw coalitiepartners. Naar het veld doet u dat veel te weinig. Misschien kan het inzicht van VLD, N-VA, SPA, Groen, hopelijk CD&V overtuigen om, als het op de kennis van ons Nederlands aankomt, om daar de lat torenhoog te leggen en er in ons onderwijs voor te zorgen dat iedereen effectief over die lat geraakt. Anders gaat de kwaliteit blijven dalen. Wie wenst aan te sluiten? Dat hebben we goed ingeschat. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, ik ging vragen of u zeker verder onderzoek zou willen doen naar de oorzaak. Maar ik zou ook willen zeggen, nu ik gehoord heb wat meneer De Roo heeft gezegd, en dat de meerderheid binnen uw parlement zelf vraagt om het eindtermendebat terug te openen, om inderdaad te zorgen voor basisgeletterdheid die de lat voor elk kind individueel hoog legt in het basisonderwijs, dan kan ik dat hier alleen maar vandaag bekrachtigen en zeggen dat we dat inderdaad moeten doen en dat wij dat steunen en dat wij bereid zijn om die gesprekken terug op te nemen. Dus ik neem die uitgestoken hand graag aan en ik hoop dat u dat ook doet. Meneer De Poorteren. Mevrouw de minister, het rapport was inderdaad vernietigend. Niveau begrijpend lezen daalt nergens zo sterk als hier in Vlaanderen. Maar er is wel nog een opmerkelijk feit in het rapport en dat is dat het verschil tussen de sterke en de zwakke leerlingen vroeger eerder groot was, terwijl dat nu vandaag relatief klein gebleken is. Het sterkt ons een beetje in de vaststelling dat dat onderwijsniveau eigenlijk structureel aan het dalen is. En het sterkt ons ook in de vaststelling dat een te veel aan anderstaligen een negatieve invloed kan hebben op het onderwijsniveau. Ik denk dus dat we meer in moeten zetten op taalverwerving bij anderstaligen. Waarom geen inburgeringsklassen waar voor leerlingen met een taal- en integratieproblematiek veel meer wordt op ingezet met de focus en op de taal en op het vertrouwd maken van de leerling met normen en waarden die hier gelden. Meneer De Meijer. De cijfers van het onderzoek zijn hoe dan ook confronterend. Neem niet weg en gelukkig maar dat op het einde van het zesde leerjaar de peilingsproeven tot nog toe beter waren. Als we iets moeten leren in het vierde leerjaar en in het basisonderwijs, is het toch wel begrijpend lezen. En geletterdheid, mevrouw de minister, betekent uiteraard veel meer dan technisch kunnen lezen. Maar toch nog eventjes stellen, collega's. Een brede leescultuur, daarbij speelt de school een cruciale rol, maar we mogen toch ook de ouders en de ganse samenleving niet vergeten die hierbij zeer motiverend en stimulerend kunnen en zouden moeten zijn. Mijn vraag is, in welke mate heeft de huidige beeldcultuur en de soms, mijn inziens, de eenzijdige bevraging van de arbeidsmarkt, zeker naar hogere niveaus toe, hier mede een invloed op. Misschien is het goed dat het ook eens bekeken en bevraagd wordt. Minister Krivits. Dank u wel, collega's. Ik zal starten met de opmerking van collega De Meijer. Het is natuurlijk juist dat de beeldcultuur een enorme impact heeft. Maar het is niet alleen in Vlaanderen zo. Dat is in alle landen zo. Ook in Nederland is er een impact van de beeldcultuur. Dus daaruit afleiden van, ja, het is daarom dat onze resultaten minder worden, zou ik wel vreemd vinden. Want dat was ook een van de vragen die wij hadden natuurlijk afhankelijk. Ja, maar het is omdat iedereen aan het kijken is naar het schermpje of naar de beelden. Maar dit zou dan ook in andere landen zo moeten zijn. Dus collega's, we moeten echt, en het is natuurlijk een grote verantwoordelijkheid van onze scholen, maar daarnaast is er ook een immense verantwoordelijkheid bij onze samenleving tout court,
ook een leerkracht, als een leerkracht niet graag leest, dan zal dat ook veel moeilijker zijn om dat door te geven aan de leerlingen. Dus, of niet graag een begrijpend lezen doet. Dus er zijn zoveel factoren die erop inspelen. Maar collega Meuleman, op uw basisvraag te antwoorden, ik denk dat ik proberen te overtuigen heb dat we echt wel verder onderzoek daarop doen. Ik heb ook met professor De Vrijne, die gisteren de toelichting gegeven heeft, al een uitgebreid gesprek gehad. Ik heb ook gezien dat iedereen die bezorgd is over de taal en die in de academische wereld actief is, zich voluit uitgeleefd heeft op Twitter gisteren. Ik zal ook een initiatief nemen om al die kennis bij mij te brengen, om eens te kijken, kunnen we, wat zijn de elementen om die zaken te versterken? Wat het voorstel eindtermen betreft, collega's, we gaan dat debat uiteraard ook nog voeren. Let wel, er is natuurlijk een verschil tussen een basisgeletterdheid invoeren en eindtermen voor iedereen. Dat zijn twee verschillende zaken. En als ik naar de basis kijk, ja, 97% van onze leerlingen geraakt over die basislat. Het was ook bij Teams zo, dat was 99%. Dus dat zit wel oké. Maar het gaat over, als ik het goed begrijp, over de sprong die men maakt naar dat begrijpend lezen. En wat mij daarin dan interesseert, collega's, en daar biedt het voorstel van decreet ook nu een hefboom, als ik het goed gelezen heb, dat is, als we die peilingproeven gedaan hebben, en het is zo dat in die laatste 2 jaar dat men daar inloopt, dan is er gewoon een verschuiving naar later gebeurd en die eigenlijk weinig impact heeft op het totaal. Als dat niet zo blijkt te zijn, dan denk ik moeten we toch eens gaan kijken hoe we dat kunnen versterken. Eindtermen kunnen een oplossing zijn, dat is evident, maar die moeten sowieso en zoveel als mogelijk gehaald worden. Maar je bent daar niets mee als je de instructietijd niet voldoende uitbreidt. Dus ook die context in de scholen zal moeten onderzocht worden. Dus ik zal een aantal ingrepen nu bekijken, maar we moeten er gewoon collectief voor zorgen dat wat we doen ook effectief effect resorteert op het terrein. Vandaar dat ik ook bijzonder veel verwacht van die basisgeletterdheid in de eerste graad. We hebben dat trouwens ingevoerd naar aanleiding van PISA, u weet dat. En we hebben gezegd, het moet naar de eerste graad, omdat we niet willen dat het eind secundair is. Het is goed voor mij ook om eens te evalueren. Haalt dat het resultaat dat we willen? Ligt die lat dan ook op het juiste niveau? En daarna zal ook zo, denk ik, in het decreet kunnen sowieso de besprekingen gestart worden om te kijken wat er extra mogelijk is. Maar ik zal sowieso nu eerst starten met mijn overlegronde, zoals aangekondigd, om te kijken welke punctuele en snelle ingrepen er kunnen voor zorgen dat het beter wordt. En hoe het mogelijk is dat onze controlesystemen dit nog niet hebben opgemerkt de voorbije jaren. Hossele, slotopmerking. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, ik denk dat u volgende tekst wel kent. Het is goed in het eigen hert te kijken, nog even voor het slapen gaan, of ik van dageraad tot avond geen enkel hert heb zeer gedaan. Ik vind het nog altijd een van de mooiste gedichten van Alice Nahon. En ik zou u willen vragen om zeker eens goed in het eigen hert te kijken, om maximaal in te zetten. Om niet alleen de technische kennis van de taal, maar zeker ook de algemene, de bredere leesvaardigheid, maar ook de passie voor de poëzie en de literatuur, niet alleen tot bij onze leerlingen te krijgen, maar zeker ook bij de leerkrachten die het moeten gaan waardmaken in hun klas. Dank u wel. Meneer De Roo. Collega's, voor onze fractie is de kennis van het Nederlands in al zijn aspecten, de taalstructuur beter leren kennen. En daar vallen toch wel wat vragen over te stellen over de methodes die we de laatste 2 decennia gebruikt hebben. De liefde voor de taal en veel meer en graag lezen horen voor ons allemaal samen. En dus de lat van die eindtermen moet op die 3 niveaus hoog. En ik hoor al mensen denken, ja, maar ook graag lezen en goestingen om te lezen, hoe kunnen we dat in eindtermen gieten? Wel, laat ons die handschoen opnemen. Als we willen dat mensen gans hun leven leren, dan moeten ze ook gans hun leven lezen. En wat dat digitaal lezen is of op papier lezen, dat zal ons worst wezen. Maar als wij het land zijn of de regio zijn in Europa die er het sterkst op achteruit gaat, dan mag het nu geen gekissebis zijn over de methode. Dan moeten we allemaal hand aan de ploeg slaan, het onderwijs, ouders en ook de mensen uit de sector. En ik heb gehoord dat uw collega van cultuur al van bij de jongste kinderen in de crèches wil beginnen met die liefde voor taal bij te brengen. Wel, laat dat inspirerend zijn voor al die andere organisaties in die leessector om samen met onderwijs hier prioritair werk van te maken. Op ons kan u rekenen. Mevrouw Genee.
Ja, gelukkig moet het niet eerst erger worden voor het beter kan worden, meneer de voorzitter. Ik hoor hier bereidheid bij de meerderheidspartijen om inderdaad de lat voor de eindtermen voor elk kind Nederlands spreken, begrijpen, graag zien, graag lezen, dat die omhoog moet. Daar zijn we heel erg blij mee. En twee, maak dat effectief die leerkrachten hun werk omarmend kunnen doen. En daarvoor moet men natuurlijk niet besparen, maar investeren. En dan zal de lat omhoog kunnen en zullen meer kinderen over die lat geraken. Dank je wel. Volgende actuele vraag is van Jos Landmeters aan Bart Tommelijn, Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie. En die gaat over de impact van de federale hervorming van het familiaal vermogensrecht op de Vlaamse hervorming van de erfbelasting. Meneer Landmeters. Meneer de voorzitter. Meneer Landmeters, de tijd is bijna om. Ja, gewacht. Ik was aan het wachten tot u om de randje afgelopen was, meneer de voorzitter. Meneer de minister, we zijn het met elkaar eens dat de tarieven van erfbelasting in ons land veel te hoog liggen. In Vlaanderen zijn de tarieven zo hoog en u heeft er een paar keer allusie op gemaakt. Wij zijn ook het land dat een heel groot gedeelte, een veel groter gedeelte van het totale inkomen uit erfbelasting haalt. En het regeerakkoord, daar moet ik u niet al te fel op wijzen, dat voorziet een vereenvoudiging, meneer de minister, maar ook een verlaging van de inkomsten uit erfbelasting. Nu, onlangs heeft het federaal parlement zich uitgesproken over het erfrecht, over de hervorming van het erfrecht vanaf 2018. En u heeft daar eigenlijk op gereageerd door te zeggen, we gaan onze tarieven aanpassen, onze erfbelasting aanpassen aan dat erfrecht. En u heeft dan voorafname gedaan door te verwijzen naar de tarieven van 65%. Om die te verlagen naar 50%. Nu, wij gaan akkoord met verlagingen. Maar nu komt dus de federale regering aan met een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Er wordt een nieuw stelsel ingevoerd. En meneer de minister, eigenlijk is mijn vraag zeer kort. Hoe gaat u omgaan met die aangekondigde hervorming van het huwelijksvermogensrecht? Gaat u daarmee wachten om de erfbelastingen te wijzigen, om de tarieven te wijzigen? Hoe gaat u dus om met hetgeen wat op dit ogenblik op het federaal niveau voorligt? Minister Tommelijn. Dank u wel, meneer Landmeters. De hervorming van het erfrecht is op 1 september in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zal inderdaad vanaf volgend jaar op 1 december in werking treden. Het nieuwe federale erfrecht, dat is inderdaad een mijlpaal. Minister Geens en ook Kamerlid Van Kouter hebben daar hard aan gewerkt en de mensen krijgen nu eigenlijk de kans om vrijer te bepalen aan wie de nalatenschap toekomt. En daardoor wordt het erfrecht inderdaad beter afgestemd op de moderne samenleving. En nieuw is ook de erfovereenkomst die families de kans geeft om schikkingen te doen bij leven. Dat kan veel pijnlijke ruzies na het overlijden voorkomen. En zoals reeds meermaals in de commissie toegelicht, hebben wij er als Vlaamse regering voor gekozen dit federale erfrecht niet fiscaal tegen te werken, maar zoveel mogelijk te faciliteren. En dat doen we door bij de hervorming van het successierrechten maximaal rekening te houden met de gewijzigde contouren. We streven ernaar om ook op 1 september 2018 een hervormde erfbelasting te laten ingaan, die inderdaad maximaal is afgestemd op het nieuwe erfrecht federaal. We hebben trouwens de daad al bij het woord gevoegd. We hebben de zogenaamde verwerpingsregels reeds geschrapt. We maken de erfenissprong interessanter. En u bent daar heel tevreden mee, meneer Van den Heuvel. Zodat een vermogen sneller aan de jongere generatie kan worden overgedragen. De tarieven in de zijlijn zullen ook aangepakt worden. Tarieven tot 65%, dat is bijna onteigening. De belastingen moeten eenvoudig en redelijk zijn. Maar uw vraag gaat over een andere hervorming. Namelijk de huwelijksvermogensrecht. En daarvoor heeft de federale regering het licht op groen gezet op vrijdag 1 december, dus enkele dagen geleden. Ja, mijn administratie moet toch wel de tijd hebben om eens alle bepalingen op te lijsten en te kijken hoe we deze nieuwe hervorming gaan aanpakken. Het zou van een grote lichtzinnigheid getuigen om dat nu al te doen, om het huwelijksvermogensrecht is een complexe materie. We gaan dus, als de teksten een definitieve vorm krijgen,
onze administratie dat in detail laten analyseren en bekijken welke aanpassingen we moeten doen in de Vlaamse erfbelasting. We zullen uiteraard de nodige aanpassingen dan meenemen in de geplande hervorming van de successierechten. Alsjeblieft. Meneer Landmeters. Dank u wel, meneer de minister, met uw antwoord. Maar mag ik u oproepen om snel werk te maken van eventuele aanpassingen aan dat gewijzigd huwelijksvermogensrecht wat er gaat aankomen langs de andere kant van de straat, als ik het zo mag zeggen. Maar mag ik u ook vragen om niet alleen u te beperken tot de percentages, zoals ik nu hoor, de tarieven die verlagen, want misschien kunnen we van de gelegenheid nu eens gebruik maken om een grondige hervorming en modernisering door te voeren van die erfbelasting. Ik bedoel daarmee het onderscheid tussen het onroerend en het roerend. Moet dat blijven bestaan? We kunnen daarover nadenken. Moeten alleen mensen die een gezinswoning hebben vrijgesteld worden van erfbelasting daarop? Of zijn er ook mensen die geen gezinswoning hebben? Kunnen we daarover nadenken? Kunnen we nadenken over de vrijstelling van erfbelasting tussen partners? In plaats van enkel alleen de tarieven te bekijken en enkel alleen u te baseren op dit ogenblik op het gewijzigde erfrecht, zou ik u willen vragen om alles tegelijkertijd grondig te bekijken en dat dus ook in het kader van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht aan de andere kant van de straat. Wens iemand aan te sluiten? Wie wenst aan te sluiten? Mevrouw Schrijvers. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, recent is er federaal werk gemaakt van een nieuw erfrecht, modernisering van het erfrecht. En recent is ook het akkoord gegeven met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht. Moet natuurlijk nog in de Kamer worden behandeld, maar we kennen allemaal de contouren intussen. Vlaanderen is bevoegd voor de fiscaliteit ter zake, maar de twee zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als Vlaanderen niet volgt, dan zou het wel eens kunnen dat mensen die in gevolge de nieuwe federale regelgeving een aantal zaken voorzien, dat die, wanneer ze het aanslagbiljet krijgen, een hele koude douche krijgen. Ik heb daarover al meermaals vragen gesteld, meneer de minister, en ik herhaal hier ook mijn vraag. Zeker nu ook met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht. Vlaanderen, maak het huiswerk ook. Ga alle effecten na van die nieuwe regelingen, zowel van het erfrecht als van het huwelijksvermogensrecht. En ik hoop dat we dan op korte termijn binnen het parlement ook een hele nieuwe regeling rond erfbelasting kunnen bespreken. Voor ons als CD&V gaat het alleszins ook over veel meer dan enkel een verlaging van tarieven. U kent ons voorstel met betrekking tot de flexibele erfenissprong, meneer de minister, verdergaand dan wat er tot op vandaag is. Maar ook nieuw samengestelde gezinnen, stiefkleinkinderen, plaatsvervulling voor kinderen van broers en zussen en dergelijke meer. Grootouders enzovoort. Meneer Somers. Dank u wel, voorzitter. Meneer Landmeters, ik moet u feliciteren. U bent wel erg snel. Hè. 6 dagen geleden is in het federaal parlement de hervorming van het huwelijksvermogensrecht goedgekeurd. En u stelde een vraag, een terechte vraag overigens, van hoe kunnen we zorgen dat bij de hervorming van de erfbelasting, waar we aan het werken zijn, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze wijzigingen daarin worden geïntegreerd. Voor ons als fractie is het heel belangrijk dat die erfbelasting transparanter wordt, billiger, eenvoudiger, moderner, maar liefst ook veel lager dan vandaag. Want sommige van de tarieven zijn exuberant hoog. En we weten dat de minister daar op een verstandige manier aan het werken is en dat aan het voorbereiden is. Trouwens, vandaag, binnen enkele uren, gaan wij een decreet stemmen waarin we de verwerpingsregel weghalen, waardoor de erfsprong goedkoper wordt, waardoor het voor kleinkinderen goedkoper wordt om te erven. Een verandering, een verbetering in de regelgeving die erop aangeven van de minister Tommelijn is gekomen. Dus onze fractie heeft vertrouwen, maar we vragen inderdaad ook aan de minister om het studiewerk te doen en ervoor te zorgen dat de federale wijzigingen geïntegreerd worden in de nieuwe regelgeving die u aan het uitwerken bent. En mijn vraag is aan u, meneer Tommelijn, gaat u daar werk van maken? Meneer Bertels. Ik hoop dat de minister er werk van gaat maken, want inderdaad, we leven in een andere samenleving ondertussen, niet meer in de samenleving van de tijden van Napoleon, waar nog een deel van ons erfrecht en ons huwelijksvermogensrecht was op gebaseerd, dat toen uitgemaakt is. Het is dus goed dat onze collega's aan de overkant wijzigingen voorstellen in het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Maar meneer de minister, ik sluit me aan bij de voorgangers. Het is wel tijd, en we hebben er de commissie al een paar keer over gesproken, dat er ook een landing wordt ingezet en dat de aanpassingen gebeuren in het kader van het erfrecht en ook van het huwelijksvermogensrecht, dat we daar als Vlaamse overheid ook attent voor zijn.
En wat voor ons betreft, ja, moet dat een modernisering zijn? Moet dat een vereenvoudiging zijn? Moet dat redelijk zijn? Moet dat lagere tarieven zijn voor bepaalde zaken? Maar, en ik sluit me aan daar bij de collega's, het is veel meer dan enkel communiceren over tarieven. Laat ons een systeem uitwerken, meneer de minister, dat bewerkt dat we meer fiscale rechtvaardigheid krijgen. Dat is onze taak als Vlaams parlement. Minister Tommelijn. Ja, ik merk wat zenuwachtigheid en ik stel vast dat men zegt van het moet allemaal sneller gaan. Maar mijn fractieleider heeft het gezegd. Hè. Enkele dagen geleden heeft de federale regering het licht op groen gezet. Het moet nog behandeld worden in de Kamer en ik zou sneller moeten gaan. Kijk, ik ben het erover eens dat het transparanter moet. Dat het billiger moet, dat het eenvoudiger moet. Dat heb ik ook in mijn antwoord gezegd. Als ik het woord verlagen uitspreek, dan zijn er een paar die zeggen, maar niet alleen over dat gaan, nee, maar ook verlagen zal het zijn. Tarieven van 65% zullen er niet meer in staan. Dat is wat mij betreft duidelijk. Ja? Maar ik ben ook niet van plan om zomaar te volgen. Als wij eigen bevoegdheden hebben in Vlaanderen, dan zal dat toch geen verhaal worden van federaal heeft iets beslist en wij moeten volgen, meneer Landmeters. Gezien uw fractie denk ik toch niet dat dat de bedoeling kan zijn. Nou, ik weet niet vragen. Als federaal het zegt, moeten wij volgen. Nee, we gaan kijken in welke mate en welke analyse wij maken, op welke manier wij maximaal kunnen ons afstemmen op de federale hervorming. Mij lijkt dat ook verstandig en de landing zal uiteraard ingezet worden. Meneer Bertels, maak u geen zorgen. Fasten your seatbelts. Dat was het antwoord. Meneer Landmeter, slotopmerking. Dank u wel, meneer de minister. Ik vraag u zeker niet om het federale te volgen. Ik vraag u wel om snelheid. En soms ben ik inderdaad snel, maar dat is in het voordeel van de burger. Want het heeft geen enkele zin om op dit ogenblik een wijziging van de erfbelasting door te voeren en dan binnenkort opnieuw een wijziging, omdat ondertussen de wijziging in het huwelijksvermogensrecht tot stand is gekomen. En ik wil dus inderdaad oproepen om rekening te houden met alles, om toch snel te gaan. Soms bent u snel, vooral met communiceren, maar dan mag ik u vandaag ook nog een keer vragen om wat dit betreft heel snel te zijn eveneens. Maar ik zou u willen vragen om u dus opnieuw niet te beperken tot die tarieven, maar om alles opnieuw te bekijken zoals ik daar straks gezegd heb. Want wat ik ook wil vragen, meneer de minister, u verwijst terecht naar een verlaging van de tarieven. U verwijst terecht naar een verlaging van de tarieven van 65%. Dat is schandalig. Maar let erop dat niet degenen die erven in de rechte lijn het slachtoffer gaan zijn, de dupe van alles. Want als u alleen budgetair kijkt naar diegenen die het verst af zijn in de zijlijn, ja, dan mag u zeker niet diegenen verliezen die in rechte lijn gaan erven. En collega Somers heeft er net terecht verwezen naar een decreet dat we zelfs gaan bespreken. Maar daar ga ik ook opnieuw vragen, en dan kan u mij daarop op aanspreken, ga ik opnieuw vragen om diegenen die in de rechte lijn erven niet te vergeten. Dank u wel. De volgende actuele vraag is van Lorent Parijs en Ben Wijs, Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Wijken, Vlaamse Land, Toerisme en Dierenwelzijn. En die gaat over de betekenis van een recent arrest van de Raad van State voor de uitrol van de hervormde rijopleiding. Meneer Parijs. Ja, meneer de voorzitter, collega's, het is niet de eerste keer dat ik hier sta over hetzelfde onderwerp. Een belangrijk onderwerp, want we hebben in dit Vlaams parlement een grote consensus over de hervorming van die rijopleiding. De minister heeft daar een speerpunt van gemaakt in zijn aanpak van die schande van de 400 in het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers. Een van die onderdelen van die hervorming was om te vragen aan vrije begeleiders om een vormingsmoment van 3 uur te gaan volgen en dus aan steden en gemeenten om te controleren wanneer dat er een voorlopig rijbewijs wordt uitgereikt of dat er effectief een attest bij zit van zo'n begeleidingsmoment. Goed. Daar heeft de minister veel overleg over gevoerd. Hij heeft dat in de commissie ook, denk ik, zeer uitvoerig toegelicht hoeveel keer dat hij geprobeerd heeft om daar met collega Belot van het federale niveau tot een akkoord over te komen. Dat was zelfs een soort kerstakkoord vorig jaar, waarin dat we allemaal heel pragmatisch gingen zijn. En de Vlaamse regering heeft die hervorming dan ook in gang gezet en een besluit goedgekeurd. Geert van Hagen. Goed, tot op 27 juli van deze zomer. Wat gebeurt er?
Plots gaat minister Belot naar de Raad van State met een verzoek tot schorsing. Om duidelijkheid, bij steden en gemeenten, in Leuven bijvoorbeeld, wordt er niet gecontroleerd of dat je effectief zo'n attest hebt van een vormingsmoment voor de vrije begeleiding, vooraleer dat je een rijbewijs krijgt. Onduidelijkheid bij degenen die hun voorlopig rijbewijs willen gaan afhalen. Verschillende communicaties van het federale en dan van uiteraard de Vlaamse regering naar steden en gemeenten. Nu is er een arrest van de Raad van State, 4 december gevonnist. En de vraag. En nog nooit, meneer de minister, heb ik een arrest gezien van de Raad van State dat eigenlijk een federale minister een soort spookrijder noemt. En wat wil u vragen? Ik wil vragen aan meneer de minister of hij duidelijkheid kan scheppen aan de steden en gemeenten over wat er in dat arrest van de Raad van State staat. Want ik citeer letterlijk, meneer de voorzitter, en dan rond ik af. De Raad van State kan zich niet van de indruk ontdoen dat de rechtsonzekerheid en de onduidelijkheid die volgens minister Belot in hoofden van de gemeente en de burgers zijn ontstaan, minstens mede lijken te wijten te zijn aan minister de houding Weitz. Van minister Belot. Minister Weitz. Dank u wel. Het is inderdaad een schorsingsarrest dat nu recent ook tot bij ons gekomen is, daar waaruit duidelijk blijkt dat het schorsingsverzoek wordt nogal resoluut afgewezen. Daarboven spreekt de Raad van State zich toch ook in forse bewoordingen uit, want die heeft al een stukje geciteerd. Ik neem het arrest er even bij, waarin dat staat, en aanvullend op uw citaat, namelijk de mededeling van de verzoekende partij aan de gemeenten dat de afgiftevoorwaarden voor de uitreiking van een voorlopig en definitief rijbewijs ongewijzigd blijven, zolang de Raad van State geen uitspraak heeft gedaan, is strijdig met het zogenaamde privilège du préalable. Zolang een rechter er niet anders over oordeelt, geniet het bestreden besluit immers het vermoeden van wettigheid en het staat het niet aan een andere overheid om de nieuwe regels naast zich neer te leggen. In die mate kan de verzoekende partij zich niet op de spoedeisendheid beroepen, nu zij zelf in zekere mate lijkt bij te dragen aan het ontstaan van die rechtsonzekerheid en onduidelijkheid. Dus de verzoekende partij is in deze collega of de federale administratie. Dus ik denk dat dat nogal duidelijk is, op basis van dit arrest zullen wij, ik heb nu net een schrijver ondertekend naar de gemeente, waar ik heel duidelijk meegeef dat er nu, mocht er nog enige onduidelijkheid zijn, dat er nu toch duidelijkheid gecreëerd is. Ik heb hen ook gevraagd om te bevestigen dat zij de regelgeving zullen correct uitvoeren. In het andere geval, maar dat is een slag om de arm, zou je administratief toezicht moeten gaan uitoefenen. Maar ik ga er niet van uit dat gemeenten nu nog zouden zeggen, ja, we gaan die Vlaamse regelgeving niet uitvoeren en we gaan zulk attest niet vragen. Vooral dan op los van heel de bevoegdheidsdiscussie, dit is een voorstel dat past in onze strijd tegen de schande van de 400 verkeersdoden. Dat leidt tot meer verkeersveiligheid. Dus het lijkt mij de evidentie zelf dat de gemeenten daarin nu resoluut gaan meestappen. Meneer Parijs. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. In het verleden zijn er al collega's geweest in dit half rond die gezegd hebben dat de communautaire scherpslijperij in dit dossier moest stoppen. Wel nu, ik ben daar helemaal mee akkoord en het klopt. En ik heb hier zelfs een gratis kopie van het arrest voor die collega's om te bezorgen aan de excellenties die zich in dit dossier volgens de Raad van State ook effectief bezondigen aan die communautaire scherpslijperij. Ik denk dat dat heel belangrijk is en voor het gemak. Dat rest van het kabinet Belot is Bleroostraat 1. Wat Belot betreft, meneer de minister, zijn er nog een aantal andere zaken die lopende zijn als het gaat over bevoegdheidsconflicten. Ik heb u daar een vraag over gesteld. Er zijn 13 zaken lopende waarin ofwel minister Belot ofwel een federale overheidsdienst Vlaanderen aanvalt omwille van bevoegdheidsoverschrijding. Er zijn er 2 die zijn ingesteld van die 13 door het Vlaams gewest. En mijn vraag aan u, meneer de minister, is: kunnen we daar nu ook komaf mee maken? Kunnen we ervoor zorgen dat er duidelijkheid is voor de burger, voor de ambtenaren, over wie voor wat bevoegd is? En zijn er in die 13 andere conflicten ook zicht op een oplossing? Dank je wel. Het arrest staat op de website van de Raad van State. Ja, we hebben het hier. Je kunt een kopie krijgen tegen betaling. Wie wenst aan te sluiten? Ik heb gratis kopieën. Hè, dus wie wenst aan te sluiten? Meneer Sijsens, alstublieft. Ja, voorzitter. Blij dat het arrest nu wel op de website van de Raad van State staat, want vanmiddag stond het daar nog niet op. Maar vooral blij dat er inderdaad nu eindelijk duidelijkheid is voor de toekomstige
begeleiders. Dus de mapjes, meneer de minister, waar ik verleden keer mee naar u gezwaaid heb, met de verschillende brieven die op de gemeentes zijn toegekomen, die mogen weg. Daar is nu eindelijk duidelijkheid. Ik blijf het alleen jammer vinden, ik heb dat ook altijd gezegd, dat te midden van de procedure was het volgens mij beter geweest om samen daar even over de hoofden bij elkaar te steken en duidelijk samen te communiceren naar de gemeentes. Maar wat niet is, kan nog komen. Ik hoop nog altijd dat u en meneer Belot ooit samen aan een tafel gaat zitten en een aantal zaken bespreken. Misschien om te beginnen het verval van het voorlopig rijbewijs. Hoe ver staat u daarmee, meneer de minister, met het overleg met uw federale collega? Wanneer mogen we dat verwachten? Meneer de Klerk. Het is inderdaad een interessant arrest, wat natuurlijk niet betekent dat de bevoegdheidsverdeling ten gronde daarin niet wordt behandeld. En dat is eigenlijk de essentie en laat het ons inderdaad positief houden. Mm-hmm. Laat ons positief houden en ook eendrachtig aan meneer Belot zeggen, maar ook aan u, meneer de minister, nog federale borstklopperij, nog Vlaamse borstklopperij is hier een goede zaak. Evenmin het met elkaar bestoken via de Raad van State over zo'n belangrijk onderwerp als verkeersveiligheid. En dat is eigenlijk de essentie, meneer de voorzitter. En dat is wat dat mensen eigenlijk niet begrijpen. Dat mensen die in met regeringen zitten, die uit dezelfde samenstelling is, elkaar toch voor de rechtbank eigenlijk uitdagen over maatschappelijk fundamentele thema's. U zal eens gelijk hebben, meneer de minister. Meneer Belot zal eens gelijk hebben. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat ook niet om u of om meneer Belot, maar om de verkeersveiligheid van alle Belgen en dus ook van onze geachte Vlamingen. En daar moet het aan gaan. Ga aan tafel, spreek met elkaar en stop met de verkleutering van de politiek. Hij zal een keer winnen en borstklopperij doen. U zal een keer winnen. Goed. En uw collega doet aan borstklopperij. Stop daarmee, ga aan tafel. Duidelijk. En handel in het belang van wie mensen van de SPA, en niet in het belang van ideologie. Nee, meneer Zoska. Meneer Zoska. Ja, meneer de minister, collega Parijs. Het was voor mij ook even schrikken over uw actuele vraag, want deze middag stond het arrest niet publiek. Nu staat het ondertussen wel publiek. Dus ik zou graag zo'n kopie hebben. Goed dat u eruit citeert. Maar meneer de minister, ik sluit mij eigenlijk aan bij de woorden van collega De Klerk. In deze was het de federale overheid die de Raad van State heeft ingeschakeld en ik vind dat eigenlijk niet zo'n goede evolutie. Beleidsmakers die moeten met elkaar aan tafel gaan zitten. En in deze, meneer de minister, heeft u wat betreft de inhoud absoluut gelijk met hetgeen wat u in de hervorming van de rijopleiding hebt goedgekeurd. Ik moet eerlijk zeggen, collega's, ik ben zelf een van die mensen die de afgelopen maanden zo'n cursus heeft moeten volgen, omdat mijn oudste zoon ook richting rijbewijs gaat en dat was wat mij betreft een zeer goede opfrissing van wegcode en alles wat ermee te maken heeft. Maar bij deze, meneer de minister, nogmaals de oproep. U zou, in mijn ogen, collega Belot, ervan moeten kunnen overtuigen in zo'n gesprek dat het beter is om samen te werken om de verkeersveiligheid in de hand te werken in plaats van elkaar te bestoken via die Raad van State. Minister Weitz. Dank u wel. Ja, ik hoor hier het riedeltje van we moeten gewoon een keer gaan samenzitten. Dan is dat allemaal, gewoon allemaal in orde. Alsof dat we nooit hebben samengezeten, ook over deze materie hebben we persoonlijk en met de kabinetten, weet ik veel, een stuk of 10 keer hebben samengezeten. Dus ik wil alleen niet toegeven op verkeersveiligheid. Als u mij vraagt, ja, geef dan gewoon toe op verkeersveiligheid en dan is het in orde. Wel, daartoe ben ik niet bereid in die gesprekken, punt. Maar dit heeft alleszins tussentijds een goed verloop, maar ondertussen heb ik ook nog eens herinnerd aan de afspraken ook met betrekking tot de 3-jaar-regel. De onzinnige regel die uitgevonden is waarbij men met een kanon op een mug schiet, namelijk wanneer dat je 3 jaar na het behalen van je slagen in een theoretisch rijexamen, dus 3 jaar lang een voorlopig rijbewijs krijgt, dat dat komt te vervallen. En wanneer dat vervallen is, dat je dan een wachtperiode hebt van 3 jaar waarin dat je rijbewijs niet meer kan behalen. Dat is tot grote frustratie, lees ik nog elke week in mijn mailbox. We hadden daar een voorstel uitgewerkt in de schoot van de Vlaamse regering, goedgekeurd en al, was klaar, maar is vervolgens opnieuw gestuurd op een bevoegdheidsdiscussie. Ik heb toen gezegd, oké, als men dat op federaal niveau wil invoeren, hier is de regeling, moet maar op de kopieermachine leggen en het is in orde. Dat was de afspraak, het akkoord om dat al dus te doen in december verleden jaar. Sindsdien is er niks meer gebeurd. Ik heb er recent nog eens een nieuw overleg rond gevraagd. Nu zouden we kunnen landen niet op het akkoord van december.
en heeft men plots een ander inzicht. Goed, Paris vaut bien une messe. Het andere inzicht zou zijn dat men na het verval van 3 jaar toch nog 1 jaar verlenging zou kunnen krijgen, eenmalig. Goed, dat is al tenminste een oplossing, dat is suboptimaal, maar het zou alleszins ervoor zorgen dat die onzinnige 3A-regel toch wordt aangepast. Dus ik kan daarin meestappen. We staan daar dicht bij een landing. En wat ons betreft kan dat vooruitgaan, zodra dat men dat maar op het federaal initiatief, op federaal niveau nu het initiatief neemt om dat effectief in goede wetteksten te gieten. Dan kunnen we eindelijk vooruit. Dus het is niet altijd kommer en kwel, soms raken we ook wel eens vooruit. Opmerking, meneer Parijs. Ja, dank u wel, minister en collega's. U zegt samen zitten als het 10 keer gebeurt en er wordt 10 keer Kumbaya gezongen, maar achteraf wordt er dan toch naar de Raad van State getrokken of er wordt niet uitgevoerd wat er afgesproken is. Ja, dan ben ik gewoon blij met de opmerkingen die in dit parlement zijn gekomen, die erop neerkomen dat het ongepast is, omdat het over zoiets belangrijk gaat als verkeersveiligheid, als de rijopleiding, om dan u gelijk proberen te halen voor de Raad van State. En ik ben uiteraard in dit geval ook heel blij dat de Raad van State hierin heel erg duidelijk is. En mijn oproep aan het federale is dat iedereen zijn werk doet. Fait ton boulot, bijvoorbeeld maak een vliegwet. Wij zullen ons bezighouden met de bevoegdheden die Vlaams zijn om de veiligheid op de weg voor de Vlaming te verhogen en om ervoor te zorgen dat er meer duidelijkheid is voor gemeentebesturen en steden. Goed, dankjewel. De laatste actuele vraag is van Griet Copé en Jo van Deurs, de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. En die gaat over de transitie binnen de ouderenzorgsector en de dagprijsgarantie naar aanleiding van de goedgekeurde conceptnota residentiële ouderenzorg. Meneer de voorzitter, meneer de minister, collega's, zoals we weten, Vlaanderen vergrijst en verzilvert. Het is reeds meerdere malen, niet alleen hier gezegd, maar ook in de commissie, onderwerp van gesprek geweest en een bezorgdheid van ons allen en van Vlaanderen tout court, want iedereen heeft wel mensen die ouder worden en die vooral meer zorg nodig hebben. Een echte thuis voor kwetsbare personen, dat was de titel van de conceptnota die vrijdag laatst werd goedgekeurd in de schoot van de Vlaamse regering, onder de bevoegdheid van minister Van Deurzen, waarbij dat uiteindelijk in deze conceptnota heel veel aandacht gegaan is in de pers, in de media. En ik zou zeggen, terecht. We staan voor grote uitdaging met Vlaanderen om de ouderenzorg op te vangen, tenminste de residentiële ouderenzorg. En daarin worden de krijtlijnen nu opgenomen wat de residentiële ouderenzorg betreft. In deze conceptnota valt het op dat het meerjarenengagement zich niet alleen beperkt tot het aantal woongelegenheden, maar daarbovenop dat ook het groeipad om meer zorg te voorzien, om kwalitatieve zorg te voorzien, eveneens is opgenomen. U hoort het, een hele belangrijke nota om de vergrijzing en de verzilvering op te vangen. Een andere passage gaat onder andere over het dagprijzenbeleid. En ook dat is belangrijk, want iedere senior die klaarstaat, spijtig genoeg, omdat de thuiszorg en de nood aan zorg niet meer lukt en eigenlijk de overstap naar een residentiële setting moet maken, is natuurlijk bezorgd van hoeveel zal mij dit kosten. Niet alleen als ik binnenga, als ik de stap zet naar, maar als ik ook de periode dat ik er verblijf, hoeveel zal mij dit kosten? Dus vandaar mijn vraag aan de minister is, van hoe zal de minister het dagprijzenbeleid met de verschillende koepels en de instellingen, de minister spreekt van dialoog, aan de hand van welke criteria zal dit opgesteld en opgevangen worden? Minister Van Deurzen. Collega's, inderdaad, uiteraard door de vergrijzing staan wij in Vlaanderen, zeker na de 6e staatshervorming, voor de grote uitdaging hoe dat wij onze ouderenzorg en meer bepaald onze residentiële ouderenzorg in de toekomst gaan versterken. De aandacht hier in de media is soms naar aanleiding van echt schrijnende situaties. Bevestigt alleen maar dat het absoluut nodig is om daarin te investeren en daarin ook vooruit te kijken. En vandaar dat we met heel veel overleg met alle sectoren tot een plan zijn gekomen dat heel wat dimensies van de ouderenzorg bevat. Zowel rond kwaliteit, bestuurlijke transparantie, rond de zoektocht naar voldoende personeel,
De nabijheid en de manier waarop onderzoekscentra in de buurt zich ook integreren, maar ook naar de betaalbaarheid en de toegankelijkheid, een aantal lijnen zijn getrokken. En wat die betaalbaarheid betreft, heel kort, wij zijn sinds 2015 bevoegd voor het prijscontrolesysteem. Wij zijn onmiddellijk daarmee aan de slag gegaan. We hebben die regelgeving aangepast, dringende aanpassingen zijn gebeurd. We hebben dan ook met de sector transparante criteria opgesteld waaraan prijsaanpassingsvragen moeten beantwoorden of beoordeeld worden. Dat was allemaal niet zo duidelijk toen dat we daarmee startten. Dus we hebben zo'n kader gemaakt. Dat is een tijdelijk kader en de afspraak is dat dat zal geëvalueerd worden. Met welke elementen is uw vraag? 1. Met de sectoren, betrokken koepels en de administratie is natuurlijk een opleisting in voorbereiding van de knelpunten die men... waarmee men geconfronteerd wordt als men die criteria toepast bij de behandeling van vragen. 2. Er is een studie gevraagd aan in dit geval het HIVA om te kijken hoe dat we met dat prijscontrolesysteem naar de toekomst moeten omgaan. En 3. We hebben een nulmeting gedaan van de dagprijzen en we gaan opnieuw een meting doen van de evolutie van de dagprijzen in Vlaanderen. En die 3 instrumenten die gaan ons toelaten om met de sector aan tafel te zitten zoals het ook in de nota staat beschreven. We gaan de sector uitnodigen om met ons een protocol te tekenen waarin ook de overheid engagementen neemt naar uitbreiding en versterking, maar ook de sector zich engageert om gedurende een aantal jaren op tal van terreinen, indicatoren, personeelsnormen, met ons een traject te lopen en onder meer ook de aanpassing van het prijscontrolesysteem aan de hand van die 3 invalshoeken. Nu, een van de punten die we zeker met de sector willen bespreken is de piste. Is het denkbaar om te gaan naar vaste of stabiele dagprijzen, en dan bedoel ik dagprijzen die voorspelbaar zijn, minus uiteraard indexatiesystemen, voor de betrokken bewoner. Niet alleen vanuit het perspectief van die bewoner, want we voelen wel dat die daar vraag naar heeft, maar ook vanuit het perspectief van de overheid, die tenslotte toch heel wat extra geld op de tafel gaat leggen in termen van capaciteit en RVT-bedden en dergelijke. Is er zeker vraag, is zo'n systeem denkbaar? Het bestaat in Frankrijk. En wat we willen is met de sector kijken of dat haalbaar is. Ik ben voorzichtig, omdat ik denk dat toch wel voldoende reflectie verdient. Er zijn er ook die beweren dat het een prijsverhogend effect gaat hebben, omdat men natuurlijk bij de start dan hoger zal inzetten. Dus we willen eigenlijk de haalbaarheid met de sector overleggen en ook weten en nagaan in welke randvoorwaarden kan dat. Want dat moet ook duidelijk zijn, een prijsstabiliseringssysteem kan natuurlijk niet betekenen dat je bijvoorbeeld 7-8 jaren een prijs aanhoudt. We weten dat de gemiddelde verblijfsduur nu tussen 1,5 en 2 jaar is. Maar natuurlijk, zoiets zal nooit zijn zonder randvoorwaarden of zonder de bepaling van factoren die natuurlijk toch tot aanpassingen kunnen leiden. Dus dat gesprek gaan we voeren in het kader van het protocol waartoe we de sector uitnodigen en op basis van de 3 invalshoeken die ik net heb meegegeven. En we zullen daarbij ook kijken natuurlijk naar de buitenlandse ervaringen die men met dat soort systeem heeft. Mevrouw Coupé. Ik dank u, meneer de minister, voor uw uitgebreid en een duidelijk antwoord. Ik denk ook dat dit eigenlijk wel de vraag is van de senioren in Vlaanderen om duidelijkheid te hebben en zoveel als mogelijk. En het is ook uw wens dat u uitdrukkelijk hier verwoordt om eigenlijk tot een stabiele dagprijs te kunnen komen, zoveel als mogelijk natuurlijk. Waarbij dat wel een indexering mogelijk is. Als men thuis woont, moet men eveneens ook meer betalen als het leven duurder wordt. Maar anderzijds natuurlijk denk ik dat we toch een grote stap vooruit zetten met op het werken dat u aangeeft met dit traject te lopen. En natuurlijk in het algemeen ook denk ik dat de conceptnota terug rust zal geven, omdat we voelen dat Vlaanderen met deze nota en het werken en het traject die voor ons ligt, dat daar eigenlijk geleidelijk aan terug rust zal komen, omdat we voelen dat Vlaanderen voorbereid is. Wens iemand aan te sluiten? Rosais. Dank u wel, voorzitter. Nu, de minister heeft het ook al aangehaald. We zitten momenteel al met een nieuw systeem, die door de overheveling die in 2015 is goedgekeurd, van die prijsregulering en controle. Nu, daar is een sterke motivatie voor nodig voor die dagprijs te doen stijgen en vaak gebeurt die ook gefaseerd.
Nu, mij lijkt het dan ook wenselijk van eerste evaluatie daarvan af te wachten. Plus er gaat ook een studie zijn van professor Pacolet. Dus mij lijkt het niet aangewezen om nu een nieuw systeem te gaan invoeren en eerste evaluatie en de studie af te wachten. Daarboven denk ik wel dat de kritieken van Zorgnet Icuro wel terecht zijn. Dat we er ook zeker voorzichtig voor moeten zijn dat de financiële leefbaarheid van woonzorgcentra en betaalbaarheid voor de bewoner, dat die goed moeten afgewogen worden tegen elkaar, dat daar een evenwicht moet zijn. Nu, er is al heel wat geïnvesteerd wel door deze regering in de zorg. Nu, we hebben de persoonsvolgende financiering en ik denk door iedereen een rugzakje mee te geven, door zelf te bepalen voor de persoon wat dat hij nodig heeft aan zorg, dat dat toch ook wel invloed zal hebben op die dagprijs. Meneer Bertels. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Coppé, meneer de minister, de zorgbehoevende ouderen vraagt niet alleen een beleid voor de toekomst, maar vraagt ook een beleid voor nu. Want, u hebt het verzwegen, maar de gemiddelde prijs voor een verblijf in een woon- en zorgcentrum, hebben we ook allemaal kunnen lezen in Vlaanderen, is nu al gestegen tot €1.654 per maand, gemiddeld. Gemiddeld pensioen is €1.200 per maand. Dus een groot verschil daar. En vele ouderen, zorgbehoevende ouderen, die we allemaal zorg willen geven, hebben nu problemen om die rusthuisfactuur te kunnen betalen en hebben nu schrik om naar een woon- en zorgcentrum te gaan omwille van die financiële toegankelijkheid die voor hun een probleem is. Die dagprijsgarantie die u voorstelt, meneer de minister, u hebt er zelf een beetje naar verwezen. Het is al iets genuanceerder dan in de pers verschenen is, want buitenlandse voorbeelden tonen aan dat er een verhoging is van de dagprijs in het begin bij de invoering van een zo'n systeem. Het is niet alleen een bewering, buitenlandse voorbeelden tonen dat aan en ik neem aan dat u dat ook weet. Vandaar, meneer de minister, het blijft voor ons een groot raadsel waarom u geen maximumfactuur wilt invoeren zoals dat bestaat in de federale gezondheidszorg om alle zorgbehoevende ouders de nodige zorg te kunnen geven op het einde van hun leven als ze die nodig hebben in hun woon- en zorgcentrum. Dat is toch tenminste wat we als Vlaamse overheid kunnen doen. Mevrouw Van den Brand. Het is een debat over hoe we de prijs niet zullen laten oplopen. Maar het debat waar mensen vandaag echt om vragen is hoe die prijs omlaag krijgen. Het is momenteel zo dat mensen 5600 euro bovenop hun pensioen moeten opleggen om hun rusthuisfactuur te betalen. En dat is onhoudbaar. Dus die prijs die moet niet stabiel blijven, die moet omlaag. En wat omhoog moet, collega's, is de kwaliteit van die rusthuizen. Zodanig dat als je ouders naar rusthuis gaat, je een gerust gevoel kan achterlaten. En een essentiële sleutel om die kwaliteit op te trekken, is extra personeel voorzien dat er genoeg volk is in die rusthuizen om de zorg te geven waar ouderen recht op hebben. En dat is ook mijn vraag aan u, meneer minister. Hoe zal u die twee doelen vooruitstellen, die prijs omlaag, die kwaliteit omhoog en eindelijk verstrenging van de personeelsnormen op tafel leggen? Meneer De Poorten. Ja, toch even drie feiten op een rij. De gemiddelde rusthuisfactuur per maand bedraagt ongeveer €1.600. Een gemiddeld pensioen bedraagt ongeveer €1.200. En er is gebleken onlangs, of toch een aantal jaar geleden, door een studie van Testaankoop dat de prijsstijging in een rusthuisverblijf met 20% is gestegen. Ik vrees dus, meneer de minister, dat met uw vaste dagprijs dat u daarmee geen soelaas zult brengen voor de senioren zelf. De factuur is gewoon veel te hoog en dus pleiten wij voor een wettelijke begrenzing van wat een oudere moet betalen in een rusthuis. Tot mevrouw Jans. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, de conceptnota gaat over een zeer belangrijke materie en inderdaad, mijn aanvoelen ook, is ook dat het over meer gaat dan enkel die dagprijsgarantie. Het belangrijkste in het verhaal is dat wij de senioren, de bejaarden van vandaag en van morgen, de zorg geven waar ze recht op hebben. En daar zijn wij als overheid verantwoordelijk voor. Wij moeten niet in baksteen investeren, wij moeten in de zorg investeren, in handen aan het bed. En die omslag wordt ook gelukkig gemaakt in de conceptnota. Dus ik ben blij dat we, zoals we de vorige jaren gedaan hebben, investeren in RVT-bedden, investeren in zorg aan de bedden, dat we het ook verder gaan zetten. Nu, het verhaal van de dagprijsgarantie, ik stel mij daar ook vragen bij en daarom vind ik het ook goed dat u zegt, wij gaan dat onderzoeken. Er kunnen perverse effecten zijn. Is het huidige systeem wel goed? Is het nodig om naar een nieuw systeem te gaan? Ik heb er geen probleem mee dat daar onderzoek naar gedaan wordt en dat we dat eens grondig bespreken. Maar de essentie voor ons is zorgen dat er centen zijn en dat we die ook investeren in zorg voor onze bejaarden, want die verdienen dat ook. Minister Van Deurzen.
Collega's, ik ben het met een aantal zaken eens, met een aantal zaken minder eens. Heel duidelijk, wij gaan het gesprek met de sector over al de onderdelen van dit ambitieuze plan voeren. We willen daar graag ook een engagement van de sector en daar moet een engagement van de Vlaamse overheid tegenover staan om dat in de volgende jaren tot een goed einde te brengen. En daar zit onder meer in het engagement om met elkaar te spreken over dat prijscontrolesysteem. Dat moeten we doen op basis van de resultaten van de studie van het HIVA. Dat moeten we doen aan de hand van de ervaringen die met het systeem zijn opgebouwd. En dat moeten we doen aan de hand van de prijsevaluatie, dus de inschatting die wij kunnen maken van de reële gehanteerde prijzen op het terrein. En die drie elementen zullen de basis zijn van het overleg dat snel kan starten, vermits dat we vermoeden dat we toch relatief snel in de volgende maanden al deze elementen ook op de tafel kunnen hebben. Ik heb al gezegd, ik ben genuanceerd. Ik heb dat denk ik ook heel duidelijk in de media gezegd, omdat ik mij bewust ben van het pro en contra van bepaalde formules. Dat heeft altijd wat te maken met randvoorwaarden. Ik ben het natuurlijk ten gronde ook eens dat wij moeten investeren in de versterking van de financiering van de zorg en dus ook van de personeelsinzet in onze residentiële ouderenzorg. Absoluut mee eens. Wat mij betreft is dat een belangrijk stuk om de betaalbaarheid te bewaken, samen met de extra middelen die we kunnen ter beschikking stellen om de infrastructuuraanpassingen te doen of te investeren in aangepaste infrastructuur. En tenslotte, gecombineerd met de rechten op vergoedingen die de mensen kunnen krijgen in het kader van de oude tegemoetkoming van bejaarden, de oude tegemoetkoming uit de zorgverzekering, zeg maar de nieuwe budgetten die onderdeel zullen zijn als een recht van de Vlaamse sociale bescherming. Ik ben geen voorstander van een maximumfactuur voor de woonzorgcentra. Ik vind dat dat ook niet een eerlijke manier van voorstellen is, vermits die factuur natuurlijk woon- en leefkosten en zorgkosten een stukje bevat. Als je dat zegt, dan moet je meteen ook zeggen dat je dus ook woon- en leefkosten thuis gaat plafonneren. Enfin, dat is ook niet helemaal eerlijk, vind ik, los van een aantal andere minder perverse effecten die dit systeem kan hebben. Ik vind wel dat ook wat de prijzen betreft, collega's, marktwerking zijn werk moet doen. Als wij op de website van ons agentschap prijzen duidelijk maken, zien we heel goed dat mensen daar met interesse naar zoeken. En we hebben meer dan 800 woonzorgcentra in Vlaanderen en ik ga er dus ook vanuit dat die prijszetting ook een deel zal zijn van de manier waarop mensen keuzes maken tussen de verschillende zorgaanbieders. Het is niet omdat we een gemiddelde hebben dat we daarmee over alle prijzen hetzelfde kunnen zeggen. Daar zijn duidelijk ook verschillen en dus ik hoop natuurlijk ook dat marktwerking hier ook zijn effect niet zal missen. Dus kortom, collega's, het zal toch een en-en verhaal zijn en versterken van de zorgfinanciering. Proberen het aanbod uit te breiden zodat er voldoende aanbod is en mensen er kunnen op rekenen dat ze binnen een redelijke termijn en een redelijke afstand een aanbod kunnen vinden. Tegelijkertijd met een evaluatie van het prijscontrolesysteem. En dat zijn de belangrijke ingrediënten, maar ook de opties die door de regering zijn genomen en die we nu met de sector gaan opnemen. Ik dank de minister en ook de collega's voor de tussenkomsten. Het bewijs dat een conceptnota zoals deze neerleggen in de regering en deze ook goedgekeurd krijgen, dat dit eigenlijk toch wel vooruitzien is en vertrouwen geven aan de oudere bevolking, omdat Vlaanderen wakker ligt van de oudere mensen, niet alleen van het budget is er één van, en van de kwaliteit van zorg en van meer plaatsen, zoals ik in het begin van mijn reden hier vernoemd heb. En daarom denk ik dat dit een zeer goede opstap is om verder te werken en eigenlijk voldoende te voorzien voor de zorg van ouderen. Goed, dankjewel. Daarmee zijn de actuele vragen afgehandeld. Meneer Somers, u vraagt het woord bij ordemotie. Ja, meneer de voorzitter, ik vraag het woord inderdaad bij ordemotie. Ik weet dat er zo dadelijk een ontwerp van decreet gaat ingediend worden door de regering met betrekking tot de energieheffing. En mijn vraag is, om op basis van artikel 50 van ons huishoudelijk reglement, zou ik graag voorrang willen bekomen voor dit ontwerp van decreet bij de commissievergadering van volgende week, zodat dat ook nog in plenaire kan gestemd worden de week nadien. Wie is commissie energie? Ja. Ja, wij kunnen dat verwijzen naar de commissie. Ja, en dan kan de commissie beslissen. Maar is dat al ingediend?
Dat gaat, ik wil het onder voorbehoud doen, het gaat elk moment binnenkomen. Ah, onder voorbehoud. Ja. Gaat elk ogenblik binnenkomen. Ja, dat gaat nog binnenkomen. Deze plenaire is mij verteld. In de mate dat we kunnen vertrouwen we op de regering, spanning uit, is dat natuurlijk. Zo. Ik zal nu mijn, mailbox in de gaten houden. Ja. Maar dus je vraagt eigenlijk of de plenaire vergadering dat mee eens is, om dat bij prioriteit te verwijzen naar... Dat is eigenlijk, ik vat dat goed samen, voorzitter. Ik zal het straks even voorleggen aan de complete plenaire vergadering. Is dat goed? Ja. Dat is toepassing, hè? Ja, toepassing. En welk artikel past u toe? En welk onderdeel van artikel 50? Voorzitter, wordt dat niet door de commissie beslist? Nee. Ja, de commissie zelf. Nee, maar wij verwijzen het bij prioriteit naar de commissie. En de commissie, als die commissie zegt van wij behandelen het niet, ja, dan is de commissie... De commissie kan een beslissing. Maar wij agenderen het voor alle duidelijkheid niet op de commissieagenda van volgende week. Nee, wij verwijzen het bij de commissie. En dan bij de commissie. Ja. Dus ik zal u even waar artikel 50, meneer Somers heeft bij ordemotie het woord gevraagd. Dat heb ik natuurlijk zoals altijd democratisch toegekend. En hij verwijst namelijk naar punt I. Een voorstel tot verlenen van voor een commissie of plenaire vergadering te doen. Dus dat kan hij vragen en ik kan de plenaire vergadering vragen om dat bij prioriteit verwijst naar de commissie. Maar ik heb begrepen van minister Tommelijn, die nog altijd in het koffiehuis zit... Ik heb begrepen dat de regering een elektronische goedkeuring doet van het ontwerp van decreet en dan onmiddellijk zou neerleggen, want de minister heeft me daar vorige week over aangesproken, om dat hier onmiddellijk neer te leggen. U kunt dat volgende week bespreken in de commissie. Dat is, die commissie komt op donderdag bij elkaar, onderstel ik. En woensdag vanmiddag. En dan kan er besproken worden, verslag gemaakt, en dan kan er nog meegenomen worden in de zitting van 21 of 22 december. Goed? Stelt iedereen het daarmee eens is? Nee. Het gaat over de energieheffing. Ja, de inhoud ken ik er niet van, meneer Landuijden. Ik kan u er ook niet mee helpen, maar... wat blieft? Ja, maar die tekst is er wel. Die komt, ik zal zorgen dat u die vanavond bij u in de mailbox heeft. Jawel. De procedure is afgelopen, meneer. Ik zal even de vergadering schorsen, kijk even na en dan kom ik daar zo dadelijk op terug. Goed, schors even de vergadering.
Dus ik ga eerst de dingen doen. Hè. Ja. Goed, dames en heren, de orde is nu het ontwerp van de decreet houden bepaald tot verder regelen van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen van de Vlaamse gemeenschappen voor het Vlaams gewest en de instellingen die onder resorteren, diverse fiscale bepalingen en de overname van de dienst van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken. De algemene bespreking is geopend. Wie vraagt hierover het woord? Buiten de heer Landmeters en Bertels, meneer Zoska. VLD ook niemand. CD&V ook niet. Dan geef ik nu het woord aan meneer Bertels. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Stefan. Dit ontwerp van decreet bevat een aantal goede zaken. Dat hebben we ook ruiterlijk erkend in de levendige discussie die we gehad hebben in de commissie daaromtrent. Onder meer met betrekking tot de verdere uitvoering van het stappenplan tegen ontwijkingsmechanismes in de fiscaliteit. Dat is een goede zaak. Tweede puntje waar ik zo even zou willen aanhalen, is dat de doelstelling en de ambitie die ook door de minister erkend is, en ik hoop dat hij nog even kan zeggen tegen welke termijn hij die doelstelling en ambitie kan realiseren, dat een kosteloze raming door eigen vastgoedexperten van de administratie moet kunnen gebeuren, dat die doelstelling en die ambitie hoog blijft staan en dat dus de overgangsperiode die wordt ingesteld met betrekking tot de ramingen door experten van onroerend vastgoed, dat die overgangsperiode die nu met dit decreet wordt ingesteld, dat die beperkt in de tijd zal blijven. Ik zou graag de minister dat nog even horen zeggen. Want dan, meneer de voorzitter, om toch nog een discussiepunt aan te raken, de wijze waarop hier een overgangsperiode wordt gecreëerd, waardoor iedereen tussen aanhalingstekens kan aangesteld worden als schatter-expert, terwijl toch alle fracties, ik herhaal alle fracties, eentje misschien iets minder, gevraagd hebben dat er absoluut moet gekeken worden op de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid, de deontologie, het vermijden van belangenvermenging, dat die voorwaarden van absolute orde zijn om iemand te kunnen laten schatten wat de waarde is van goederen, wat toch van belang is in een aantal zaken, onder meer in zaken van het erfrecht. Dus die voorwaarden die alle fracties gevraagd hebben, die zijn volgens ons niet voldoende gebetoneerd in het ontwerpdecreet. Ook alle andere fracties hadden daar vragen bij, maar de minister en uiteindelijk de meerderheid is daar vlot overheen gegaan. En het is toch een beetje een teleurstellende vaststelling geweest dat we zelfs zonder dat we vanuit de oppositie dan vertragingstechnieken zouden aanwenden, dat we zelfs niet de gelegenheid gekregen hebben om met echte experten daaromtrent van gedachten te wisselen zonder van corporatisme of beroepscorporatisme te beschuldigd hebben, wat we allebei vanuit de oppositie weerlegd hebben dat dat niet de bedoeling was. We willen zelfs, meneer de voorzitter, en dat zou u heel moeten plezieren, extra commissies houden om geen vertraging te hebben in de tijdsspannen die de regering voor ogen had. Maar zelfs dat was ons niet gegund. En dat is voor een democratisch proces niet een goede werkwijze, denk ik niet. Zeker niet, en dat is toch een, wat mij betreft geen fedivair, als een lid van de meerderheid komt zwaaien met teksten uit adviezen van de Raad van State die de oppositie zelfs niet heeft of kan hebben. Dat is dat geen goede besluitvormingsproces. En vandaar, meneer de voorzitter, ik zal er onmiddellijk bij zeggen dat wij bij dit ontwerp van decreet waar goede punten in zitten, maar ook minder goede, dat wij ons daarbij gaan onthouden. Dan ik al een duidelijking voor het stemgedrag daarstraks. Dank u wel, meneer Bertels. Meneer Zoska. Ja, voorzitter, collega's, ik wil me daar zeer kort bij aansluiten. We hebben een stevige discussie gehad, maar het was voor mij ook frustrerend om vast te stellen dat hier in dit decreet een aantal goede zaken zitten, maar dat er ook nog een aantal dingen in zitten waar we meer vragen over hadden.
dat we het voorstel hebben gedaan om inderdaad de Vlaamse Vereniging van Landmeter-experten, die tot op het einde de commissieleden informeerde over hun standpunten, dat we daar nog hebben voorgesteld samen met collega Bertels om die mensen toch tenminste te horen en om inderdaad geen vertraging in te bouwen en dat zo snel mogelijk te doen, omdat er natuurlijk met die schatter-experten, en daar hadden inderdaad heel wat fracties vragen bij, niet enkel deze van de oppositie, toch een aantal fundamentele punten in zaten waar we niet helemaal een antwoord op kregen. En dus vandaar, collega's, ook bij de tweede lezing eigenlijk van het verslag en van het decreet zal mijn fractie zich onthouden. En moet het mij van het hart, meneer de voorzitter, maar oké, het is dan aan ons om de volgende keer voldoende groot te zijn om hoorzittingen af te dwingen, maar dat een lid van de meerderheid zwaait met een tussentijds advies of een advies van een auditeur van de Raad van State om commissieleden van de oppositie te overtuigen, dat denk ik kan eigenlijk niet. Ik vind die gang van zaken eigenlijk zeer betreurenswaardig. We hadden het kunnen oplossen door gewoon de mensen van de Vlaamse Vereniging van Landmeter-experten te horen, zo snel mogelijk. En dan hadden we daar ook in alle rust op kunnen discussiëren. En dus dat is bij deze niet gebeurd. Mijn fractie zal zich dan ook onthouden, maar ik wil bij deze wel gezegd hebben dat hier een aantal dingen ook inzitten in dit decreet, die wel degelijk een goede zaak zijn. Goed, dankjewel, meneer Landmeters. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ik moet eigenlijk collega Bertels tegenspreken. Hij had gedacht waarschijnlijk dat ik hem een klein beetje ging steunen, maar ik moet hem tegenspreken als hij zegt dat hij niet de gelegenheid heeft gehad om met experten te spreken. Want uiteindelijk ligt dit ontwerp van decreet reeds een tijdje voor, was al een tijdje bekend, dus we hadden gerust experten kunnen spreken en we hadden eigenlijk de mogelijkheid gehad om hoorzittingen te organiseren. We hebben dat zelf niet gedaan. Iedereen heeft die kans gehad. Nu, ik heb dan ook, net zoals vele leden van onze commissie, de tekst gekregen van de landmeter-experten die hun argumenten hebben bekendbaar gemaakt. En ik moet me eigenlijk misschien verontschuldigen bij de heren, omdat wij niet meer zijn ingegaan op hun vraag, want dat zou gemakkelijk geweest zijn, op hun vraag om hoorzittingen te organiseren. En daar was één reden voor, dat was dat het nogal laattijdig binnenkwam en dan zaten we in de problemen wat de inwerkingtreding van dit decreet betreft. Maar langs de andere kant was de argumentatie van de landmeter-experten zeer duidelijk. En hebben zij met slaande argumenten, met passende argumenten, geprobeerd om de regering te overtuigen, als ik het zo mag zeggen. Dus we hebben de behandeling en de bespreking van het decreet door laten gaan met kennis van zaken. En er zijn inderdaad argumenten die terecht zijn. Maar die argumenten, daar kan nog altijd aan tegemoet gekomen worden. En daarom mijn oproep, die ik ook in de commissie heb gedaan, maar daarvoor moeten we geen hoorzittingen meer organiseren en daarvoor moeten we de zaak niet langer rekken. Maar wel, meneer de minister, inderdaad, er moeten nog altijd uitvoeringsbesluiten komen enzovoort. Wij vragen dat wanneer dat mensen opgenomen worden op de lijst die u gaat opstellen of die Vlabelle gaat opstellen, dat we vragen dat die mensen die opgenomen worden op die lijst ten eerste onafhankelijk zijn en ten tweede deskundig en ten derde dat die mensen blijk geven van onpartijdigheid. En daar moeten we dus zeer goed opletten. Want het is van het allergrootste belang voor de burger dat die onderzoeken die gebeuren, die verslagen die door die deskundigen gaan opgesteld worden, dat die klaar en duidelijk en niet voor betwisting vatbaar zijn, maar ook dus deskundig, want hoe gaan we later anders omgaan met planbaten en planschade wanneer dat het gaat over percelen grond die onderwerp zijn van die deskundige verslagen. Maar voor alle duidelijkheid, het is een tijdelijke maatregel en daarom roep ik ook op, net zoals redelijk veel van mijn collega's, om werk te maken, meneer de minister, van de eigen schattingen van Vlabelle, want dat kost de burger veel minder. Ja? Wanneer dat Vlabelle zelf zijn eigen schattingen gaat doen, en dat is eigenlijk hetgeen wat afgesproken is en wat, waar dat wij een akkoord over hadden. Dus ook van mijn kant de vraag, wanneer gaat Vlabelle dat zelf doen? Nu,
Zoals gezegd, zitten er redelijk wat goede zaken in dit decreet. En een paar zaken die misschien iets wat beter kunnen, maar nochtans zijn wij volledig akkoord met dit decreet. Wat is er goed dat de achterpoortjes dichtgaan? Maar ik zou toch willen vragen om in de toekomst op te letten dat ten eerste niet alle, moet ik het zeggen, technieken die toegepast worden, dat die misbruik uitmaken. Want sommige zaken die misschien op dit ogenblik vermeden gaan worden, zijn geen misbruik, maar wel een correcte toepassing van het burgerlijk recht. Ik geef u een concreet voorbeeld. Wanneer dat wij nu alle verrekeningsbedingen gaan voor niet geschreven beschouwen voor wat de erfbelasting betreft, dan moeten we vaststellen dat dan ook de oplossing die heel wat mensen geven in nieuw samengestelde gezinnen, om de nieuwe partner veilig te stellen ten overstaan van de kinderen via het Kastman-beding, dat die mogelijkheid ook dichtgeslagen wordt. En daarstraks heb ik van voor in deze plenaire vergadering gevraagd, meneer de minister, om ervoor te zorgen dat niet in rechte lijn meer belastingen gaan betaald worden. Maar dit is dus een mogelijkheid die wel zou kunnen ontstaan. Want wanneer dat u het Kastman-beding als niet geschreven gaat beschouwen voor wat erfbelasting betreft, dan gaat op één generatie, ik ga het proberen kort en duidelijk te zeggen, op één generatie gaat op de helft van het gemeenschappelijk vermogen 2 keer erfbelasting betaald worden, op de andere helft 1 keer. Dus de belastingsgrond gaat ongeveer 150% worden. Wanneer dat er geen Kastman-beding is, dan gaat alles naar de kinderen, wat de helft betreft van het onroer, van het gemeenschappelijk vermogen en de volledigheid van het eigen vermogen. En de andere helft gaat naar de van het gemeenschappelijk vermogen blijft bij de echtgenoten. Die betaalt er vanzelfsprekend geen erfbelasting op, want het is van haar. Maar door het Kastman-beding konden we voorkomen dat 2 keer erfbelasting zou betaald worden op de helft dat via huwelijksvermogenstelsel naar de langstlevende gaat. En ik zou u willen vragen om, meneer de minister, daar zeker op te letten dat we niet over kunnen gaan tot het in de kou stellen van die mensen, bijvoorbeeld bij nieuw samengestelde gezinnen. Wat de erfenissprong betreft, collega Somers heeft het daar straks gezegd, dat is een zeer goede zaak. Maar, meneer de minister, ik zou u willen vragen om ook rekening te willen houden in de toekomst met mensen die niet de luxe hebben om een erfenissprong te laten doorgaan. Namelijk, dat zijn die mensen die iets achterlaten en waarvan de kinderen het nodig hebben en niet onmiddellijk kunnen doorschenken of doorlaten gaan naar de kleinkinderen. Die mensen betalen wel 2 keer erfbelasting wanneer, dus dat het, of de kinderen, wanneer dat de eigendommen bij de kleinkinderen komen. Dus uiteindelijk zitten we daar met een, wat we zeggen, misschien ongelijke behandeling. Ik zou willen vragen in het kader van de hervorming van de erfbelasting en de vermindering van de tarieven, om daar ook rekening mee te houden. En tenslotte, of dat is nog niet tenslotte, ik heb nog één opmerking. Ik zou willen vragen om in de toekomst wat minder gebruik te maken van fictiebedingen, zodanig dat we een correcte toepassing hebben van de juridische werkelijkheid. En de laatste vraag, meneer de minister, dat is een vraag die in de discussie van de commissievergadering verloren is gegaan en die niet beantwoord is geworden. Dat was mijn vraag naar de inwerkingtreding. Ik zou u willen vragen naar de inwerkingtreding, omdat we hebben 2 mogelijkheden. En dat is op dit ogenblik niet zo heel duidelijk. Wanneer gaat dit decreet in werking? Is dat van toepassing op alle bestaande overeenkomsten? Of heeft het betrekking op nieuwe overeenkomsten? Met andere woorden, heeft het betrekking op alle overlijdens die nu plaatsvinden? Of alleen op de overlijdens die plaatsvinden met nieuwe contracten? Dus het Kastman-beding is eigenlijk een contract, dat is een voorbeeld van een verrekeningsbeding. Wanneer gaat dit decreet in werking? Heeft dit decreet toepassing op reeds bestaande contracten of alleen op de nieuwe contracten? Dank u wel. Vraagt nog iemand het woord? Minister? Ja, dank u wel, collega's. We hebben natuurlijk een discussie die al grotendeels in de commissie is gevoerd.
Eerst dan vooral wat betreft de voorafgaande ramingen van de erfbelasting. Ik deel de mening van collega Landmeters dat er toch wel tijd genoeg geweest is om contacten te leggen, om te horen, om gesprekken te voeren. Want het is collega Landmeters zelf die al in een commissie in juli 2015, meer bepaald 7 juli 2015, gevraagd had om de regeling van het charter uit te breiden. En het is op 13 juni dat daar ook een bevraging over geweest is. En de regeling die hier bestaat is inderdaad een overgangsregeling. Deze bestaat uit grosso modo twee delen. Eén, de integratie van het kwaliteitscharter in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waardoor het charter eindelijk een steviger decretale sokkel krijgt. En twee, de voorafgaande ramingen, die worden niet langer exclusief aan de landmedische experten voorbehouden. Voortaan zullen ook andere experten ramingen kunnen opmaken die dezelfde bindende gevolgen kunnen hebben als deze van de landmedische experten. Iedereen inderdaad die laat blijken over voldoende ervaring en expertise te beschikken in zaken waardering en vastgoed, zal schattingsopdrachten mogen uitvoeren. Collega's, het gaat over een belangrijke kwestie. We spreken immers over de rechtszekerheid van belastingsplichtigen die een aangifte van nalatenschap moeten indienen. En ik herhaal dat het onze ambitie is, en ik vind dat toch wel belangrijk om dat te benadrukken, om de mogelijkheid van kosteloze ramingen door eigen vastgoedexperten te voorzien. Maar daarvoor is een voldoende, solide eigen databank van de referentiepunten nodig. En die is er vandaag niet. We moeten daarvoor voldoende middelen en ook voldoende expertise in huis hebben. Die is er ook niet. En de Vlaamse Belastingdienst zal die transitie naar een definitieve fase voorbereiden. En in afwachting daarvan voorzien we deze overgangsregeling, die immers juridisch onder druk staat, waarvoor wij dus een decretaal ingrijpen aangewezen hebben geacht. Dan wat betreft collega Landmeters, uw tussenkomst over de gelijke en billijke belasting van belastingsplichtigen. Wel, wij denken inderdaad dat er een aantal belangrijke aandachtspunten zijn. Dat is dat er een gelijke berechtiging is, dat wij een stappenplan hebben voor ontwikkelingsmechanismen en dat wij ook wel een vrijwaring willen hebben van de inkomsten van de Vlaamse overheid. Het is zo dat wij ook, ik heb de vraag gesteld in commissie, wie heeft een dergelijk beding in het bestaande huwelijkscontract opgenomen? Ik denk dat het duidelijk is dat de ene het wel kan, de andere het niet kan, de ene het doet, het andere niet doet en dat wij naar gelijke en billijke belandering willen. En wij viseren geenszins de horizontale overdrachten van vermogens tussen echtgenoten. Het gaat enkel om een beperkte correctie van een fiscale scheeftrekking. En we viseren ook geen bepaalde huwelijksstelsels. De sterfgeluidsclausule en de verblijfsbedingen met last komen voor bij gemeenschapsstelsel en de verrekening. Wat betreft de inwerkingtreding, dat is de datum van het overlijden, meneer Landmeters. Dat betekent dat het gaat over contracten die afgesloten zijn op het moment van... dus als de contracten afgesloten zijn, het is de datum van overlijden die geldt, want dat staat ook in de memorie van toelichting. U meent dat daar een dubbele belasting kan komen. We hebben daar uitgebreid in de commissie het over gehad. Dat klopt niet. Het gaat altijd over verschillende erfgenamen. Het gaat nooit over dezelfde erfgenamen. Het is zo dat als iemand erft, u gaat er natuurlijk vanuit dat als iemand in de zijlijn al betaald heeft, dan dat in de rechtlijn er niet meer moet betaald worden. Die discussie hebben we gehad. We zitten daar absoluut niet op dezelfde lijn, dat weet ik. Maar ik wou dat toch even herhalen, wat ook in de commissie al ter discussie is geweest. Dankjewel. Vraag nog iemand het woord? Meneer Bertels. Niet om te rekken, maar toch, meneer de minister. Ik neem aan dat u het engagement dat u hier zegt, dat u ons daar ook van op de hoogte houdt, dat die overgangsperiode zo kort mogelijk moet zijn. Dat is een vraag die alle fracties gesteld hebben. Dat u uw databank die ontwikkeld moet worden, daar hebt u een punt, dat die ontwikkeld moet worden, maar dat er ook werk van gemaakt wordt. Maar voornamelijk ook dat u
garanties inbouwt, op uw eigen dan maar, want in het decreet staan ze niet, met betrekking tot die onafhankelijkheid, deskundigheid, onpartijdigheid, geen belangenvermenging van al diegenen die zich in de toekomst expert kunnen noemen om vastgoedramingen te kunnen doen. Want nu moet ervan uitgaan dat de ervaring, whatever it may be, voldoende is om als expert vastgoedraming te kunnen doen. Ik hoop dat u het zijn ook van de collega's van de meerderheid ter harte neemt dat die onpartijdigheid moet bewaakt worden en dat u daar een groter systeem voor in werking gaat stellen dan een modelovereenkomst opmaken zoals dat nu in het decreet staat. Heelal meters. Kort, in wat de schattingen betreft, inderdaad vraag ik dat er toepassing wordt gemaakt of dat er rekening wordt gehouden met deontologie. Want alleen deontologie die afdwingbaar is, kan zorgen voor onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid. Dus die deontologie wil ik toch even benadrukken. Dan twee, meneer de minister, ik heb nooit het woord dubbele belasting gebruikt. Ik zal dat ook nooit doen. Maar wat mij omgaat is, in één generatie betaalt men op de helft twee keren erfbelasting en op de andere helft één keer. Ik ga je het voorbeeld opnieuw geven. Men laat alles over aan de langstlevende. Dan betaalt de langstlevende op de helft van het gemeenschappelijk vermogen erfbelasting. Dan gaat het later naar de kinderen en betaalt de kinderen op het geheel opnieuw belastingen. Terwijl als we de Kastman-clausule laten werken, dan betaalt het koppel, we betalen de kinderen gewoon één keer op de 100%. Dus het is geen belastingsontwijking, maar het is een middel om elkaar veilig te stellen. En dat middel om elkaar veilig te stellen wordt op dit ogenblik duur. Ja. Het wordt nu eigenlijk een langst leeft al heeft, zodanig dat hetgeen wat men dus heel dikwijls afgaat. En daarom dat ik zeg, dit is op dit ogenblik misschien een goede zaak als u belastingsontwijking wil voorkomen, maar wanneer dat u komt met het voorstel rond de vereenvoudiging van de belastingen en de verlaging van de tarieven waarvoor dat wij ook heel uitdrukkelijk pleiten, dan zou ik u willen vragen om daar rekening mee te houden dat deze mensen niet de dupe worden en dat diegenen die misschien geen Kastman-clausule gaan toepassen, dat die toch niet of dat die gelijk berecht worden met diegenen die het wel hebben. Maar daarom mag het geen belastingsverhoging zijn. Wat de inwerkingstelling betreft, zou ik toch wel willen vragen om rekening te houden met de retroactiviteit. Want uiteindelijk gaat dan erfbelasting nu betaald worden op bestaande overeenkomsten. En dat is iets waar ik niet voor pleit. Dank u. Wenst er iemand tussen te komen? Minister? Ja, toch nog even, meneer Bertels. We hebben dat ook herhaald in de commissie. Er is wel degelijk een garantie van onpartijdigheid. En u weet heel goed dat in tegenstelling tot vroeger bij de federale regeling van dit systeem, we veel meer in detail gegaan zijn wat betreft de uitwerking daarvan. En dat er vandaag veel meer randvoorwaarden zijn dan vroeger het geval was. Dus die onpartijdigheid, daar hebben we wel degelijk gezorgd voor garantie. Meneer Landmeters, uiteraard, ik heb u daarnet ook al tijdens de actuele vragen gezegd dat we alles bekijken, dat we alles meenemen en dat wij zoveel mogelijk onze erfbelastingen zullen afstemmen op de nieuwe regels die op het federale niveau worden besproken momenteel. Goed. Mag ik daarmee het debat afsluiten? Dan is de algemene bespreking gesloten. De orde is de artikelsgewijze bespreking. Artikel 1 tot en met artikel 32 in opmerkingen aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen zo dadelijk de hoofdelijke stemming over het ontwerp van het decreet houden. Dan, dames en heren, heeft de heer Bart Somers in motie van orde het woord gevraagd en een voorstel gedaan tot de verlening van voor in commissie. In dit geval over het ontwerp van de decreet houdende wijziging van de energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de aanpassing van de groene stroomdoelstellingen, de WKK-doelstellingen en energieheffing. Dat betekent dat de vergadering daarover kan beslissen. Dat is namelijk bij aanneming van een voorstel tot het verlenen van voor een commissie wordt het betrokken onderwerp vooraan op de agenda van de commissievergadering geplaatst. Vervolgens is het voorzitter die het toewijst, meneer Somers, aan de desbetreffende commissie, en dat is in dit geval de commissie Energie. Dat is exclusief het voorrecht van de voorzitter. Ik kan het ook niet toewijzen en dan heeft de minister een probleem. Dat is een grapje. En dat betekent conform artikel 59, ik wil het toch even voorlezen, de voorzitter wijst de bevoegde commissie aan. Ik kan daarover overleg plegen met de plenaire vergadering. In voorkomend geval wordt over verwijzing naar een commissie bezitten opstaan gestemd.
Ik veronderstel dat alle fracties het eens zijn dat wij dat naar de desbetreffende commissie energie verwijzen. Ik kijk even naar de adjunct fractieleider van Vlaams Belang. Is iedereen het daarmee eens? Ja? Dat betekent dus dat het ontwerp van het decreet in behandeling kan worden genomen vanaf de zesde werkdag na de dag van de verspreiding onder de volksvertegenwoordigers en de leden van de regering. Tenzij dat tot de spoedbehandeling wordt besloten. Ik stel voor, bent u ook akkoord dat wij dat volgende week woensdag op de agenda plaatsen van de commissie Leefmilieu Energie? Is daar iedereen over eens? De tekst zelf van het ontwerp van het decreet is inmiddels ter beschikking gesteld. En dus gelijk het arrest van de Raad van State. Ik zal zorgen dat u dat straks allemaal in uw mailbox vindt. Goed. Dan is uw voorstel aangenomen, meneer Somers. Waarvoor onze namens de regering. Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de hoofdelijke stemming. Aan de orde is de hoofdelijke stemming voor het ontwerp van decreet houden bepaald dat verder regelen om de invordering van niet-fiscale schuldvordering van de Vlaamse gemeenschap van het Vlaams Gewest en de instelling van eronder recenteren. Diverse fiscale bepalingen, de overname van de dienst van de belasting op spelen en weddenschap, de automatische ontspanningstoestel en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 113 leden hebben deelgenomen. 81 ja, 1 nee, 31 onthoudingen. Dient de gevolgen in het Vlaams parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse regering de bekrachtiging worden overgezonden. Reden voor onthouding zijn toegelicht geworden. Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 13 december 2017 om 14 uur. De vergadering is gesloten en ik wens u een behouden thuiskomst.